Goedemorgen. Jongens, ik heb nou geen facecam aan. Echt serieus, mijn hair day is super slecht. Ik ga mijn best doen. Mijn stem is wel een beetje naar zijn grootje, dus ik ben bang dat voice acting niet het ding gaat worden vandaag. Maar we gaan het gewoon proberen. Let's go. Let's go into Leafside. Een van de grootste changes gaan jullie gelijk zien in het begin. Wees voorzichtig. Houd u allen vast. Nou ja, alleen de mensen van de livestream zullen dit zien. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 21 april 2020, 21:15 hier op Leafside. En opnieuw het nieuws van vandaag. Dududun. Dankzij jullie trouwe klandizie gaan de zaken goed bij Tom. Wat? Echt serieus, op de dag dat ik kies? Dat... Wacht eventjes, op de dag dat ik kies. Nee. Nee. Isabel, ga verder. Dankzij jullie trouwe klandizie gaan de zaken goed bij het Noekshoek. Zo goed zelfs dat de winkel uit zijn voegen dreigt te barsten. Er wordt verbouwd zoals jullie favoriete broers nog meer schappen op te vullen hebben. De winkel is morgen dicht om de verbouwing te voltooien. De verkoopkist is ook nog niet beschikbaar. Dus als je nodig iets moet kopen of verkopen, doe het vandaag nog, voor het klussen begint. Dat was het voor vandaag. Maak er een mooie dag van allemaal. Dat was niet de reden waarom dat we feest hebben, maar oké. Trouwens, ik heb een nieuwe outfit aan. Ik bedoel, echt serieus. En ja, mijn telefoon gaat. Dit gaat aan de klingels, weet ik het allemaal meer. Zo, niet te duur. Maar dan zit ik dus met mijn knollen te kijken. Dan kan ik een dag lang een knolprijs niet zien. Op het randje. Oh ja, dat is de muziek die ik heb gedaan. Hallo, Mario. Hallo. 1D-fan. YOLO-boy. Sonic. Ik zag Suzy, zag ik ook ergens voorbij komen. Al Mume zag ik er gezellig bij zitten. Hallo. Oké, eens even kijken. Agent S, wat heb je te zeggen? Gratis, TV. Ik droomde gisteren over je. Dat was echt gek. Tel nou. Was je er met opzet? Had je misschien iets te vertellen of zo? En waarom was je een dansend kevertje? Laat me het weten, Agent S. Dude. Er is iets mis met jou. In ieder geval, jongens, welkom dus bij deze speciale livestream. Ik ben alweer met tulpen en alles. En mijn stem is vandaag niet. Is het Mr. L? Nee, jullie weten toch ondertussen nog wel een beetje, zeg maar, van... Oeh, we hebben een Black Rose! Oké, vandaag is echt gewoon een lucky day. Zijn we terug? Zijn we er weer? Oké. Ja, in ieder geval, dat was de intentie. Goed. Stevie, zet je facecam er niet meer aan, want echt serieus, je OBS crasht door je bad hair day. Dus doe dat maar niet meer. Goed. In ieder geval, ja, er zijn dus een paar veranderingen. Die wil ik jullie zeker laten zien. En Coco, heb je eens melden? Stevie, hoe gaat het, boyoing? Het is toch altijd fijn om met jou te praten? Nou, wat lief. Oh, Kix is er ook nog eens een keer. Hoezee, Kix. Je hebt sloffen die me niet boeien, je hebt kindersokken die me niet boeien, je hebt tassen die me niet boeien. Doei, Kix. Ah, jullie kan weer meekijken. Ja, ik had heel eventjes een crash. Ik bedoel, echt serieus. De OBS die had even iets heel erg zwaars te voortduren, om het zo maar te zeggen. Nou, sowieso, daily routine heb ik sowieso weer te doen. In hoeverre kan ik nog sowieso zeggen, sowieso veel. Ik heb ook mijn inventory te doen, maar goed. Jullie weten de bezoekers, of ja, de bezoekers, de eilandmedebewoners die wij hier op het eiland hebben. Oh, echt serieus, dan heb ik een bank neergezet en nog ga je daar op de grond zitten. Hoe is het met je? Natuurlijk hebben we mij hier. Hallo, hoi Mary. Je bent je stem ook al kwijt. Je probeerde even mental resultaat om tot het enige. De klitters aan het laserstralen. Juist. Dankjewel voor die woorden.
Ik denk dat het daar eigenlijk ook best wel een reference van is. Wat eigenlijk best wel grappig is, want Broccolo die heeft dus ook een nieuwe. Maar goed, in ieder geval... Er is iemand weg. En daarom is het feest. Ik heb geen partypoppen bij me, maar daarom is het feest. Hoi Keesjan! Gigi woonde hier en Gigi is eindelijk opgezodendonderd. En daar ben ik blij mee. Heel blij eigenlijk. Maar goed, ja, voor de rest wou ik eigenlijk dan gewoon de daily routine doen en noem het maar op. Maar blijkbaar komt er een blauw cadeautje boven mijn hoofd vliegen. Hallo. Ik ben mijn console kwijt, sloeg mijn broer in het gezicht, want hij... Nooit je broer slaan. Geweld is nooit de oplossing, jongens. Geweld is echt nooit, dat moet je niet doen, dus niet handig. Hier. Ik gebruik nooit geweld, ik schiet alleen maar dit tegen de Noekshoek aan. Noek. Je bent geslaagd voor je Nederlands examen, dat is heel goed nieuws. Oh, vertel het eens Timmy en Tommy. Moet je horen, groot nieuws. Al vanaf de opening gaat het ontzettend goed bij. Ja, ik kom hier iedere dag. Maar is geen tijd om stil te zitten, want we hebben nog grotere plannen. We gaan de week weer uitbreiden. Gaaf. Dit is misschien wat onverwachts, maar we zijn morgen dicht zodat we aan de bouw kunnen beginnen. Ik weet het, een hele dag zonder winkel. Maar we zien je over 2 dagen wel weer. Toch? 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 Ik hoop het. Maar wat zijn de knollenprijzen? Knollenprijzen zijn waardeloos. Maar goed, in ieder geval, hoezo is het dus 21:15? Want voor de stream, die weten dus... Of ja, 21:15, het is nu bijna 22:30 op Leafside. Maar in real life, ja, is het dus een heel ander tijdstip. Mijn klok staat namelijk 3 uur achter met de klok van real life. In ieder geval, Jolo, nogmaals gefeliciteerd. Even kijken, heb ik jou al op Nintendo Switch? Ik denk het niet, Keesjan. Dus, maar goed, in ieder geval, waarom staat mijn klok 3 uur terug is in verband met, nou, jullie weten, mijn werk heeft gigantisch veel verschillende, ja, ritmes, nachtritme, avondritme, soms nog wel eens een middagritme, die had ik gisteren toevallig. En daarom loop ik enorm veel mis in Animal Crossing. En het probleem met Animal Crossing is dan van, ja, je loopt zoveel mis en je moet dus je slaappatroon dan in één keer aangepast en noem het maar op. En ja, geloof me, dat moet je voor een videogame niet doen, hoe leuk dat die ook is. Nou kwam ik op het idee van, als ik mijn Switch dus 3 uur terugzet, dan, en ik word wakker om 12:00 middags, wat voor mij een normale tijd is om wakker te worden, dan is het dus in Leafside, om precies te zijn, 9:00 ochtends. Wat een leuke tijd is voor 9:00 ochtends. Weet je wel, van, ja, dan maak je toch nog de ochtend mee, dus, Vandaag heb ik dus inderdaad gezegd van, ja, ik heb mijn klok aangepast en, daarom is het dus 3 uur, vroeger dan de reality tijd. En daardoor kunnen we nou dus de ochtendknollenprijs zien. De middagknollenprijs die zal om 3 uur plaatsvinden. En morgen is de winkel dicht en dat had ik echt niet. Jullie was een mis. Jullie nee. Waarom jullie? Jullie, als jij echt iets anders wil, weet je... Aan de ene kant heb ik echt zoiets van verlaat ons niet, maar aan de andere kant... Als jij ergens anders verandering wil zien... Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat je echt hier ook blij was, weet je wel... Oh. Jongens, wat vind ik? Ik vind dat ik er eigenlijk gewoon moet laten gaan. Hoe graag dat ik er eigenlijk op het eiland wil houden. Nee, ik ook niet. Ik bedoel, ik serieus. Gigi hebben er gewoon echt uitgetrapt. Letterlijk.
Waarschijnlijk is gewoon het punt, weet je wel, van... Nee, we mogen geen beertjes op ons eiland hebben. Yolo Boy zegt hier houden. Maar misschien is er elders wel voor er iets meer te vinden. Ik bedoel, echt serieus, ik kijk ook een keer creepy. Wat zijn jullie gemeen? Hier houden, nee, je bent gevangen. Leeftijd is geen gevangenis. Ik ga hier zoveel spijt van krijgen. Ze reageert nog niet eens op huilen! Het is een robot, confirmed! Ik moet kleren kopen! Ik kan hier niet tegen! Hi, Wolf! Oké, even een grappige backstory. Pearl! Pearl, wat leuk om jou hier te zien, kerel! Gens, Stevie, wat een aangename verrassing om jou hier terecht te komen. Het is een vrouwke, kom op zeg. Zo'n stem ga je Pearl niet geven. Dit is vertellen. Pardon? Nee, lieverd, ik werk hier niet. Het is echt dat ik begrijp dat je nu geeft. Ik maak zo elegant als ik gekleed ben. Ja, jongens, sorry. Voice acting gaat er vandaag niet echt goed worden in verband met mijn stem is helemaal naar zijn grootje, maar... Inderdaad, waarom komt Gigi niet zo snel weg? Ik moet even met jou babbelen. Dinsdagmiddag is wanneer de naaister misknipt. Dat zei mama tenminste altijd. Luister, ik heb pas geleden heb ik een film gezien. Nou, geloof me. Jij zat echt naar die film. Echt, jij zat in die film en je zat echt... Waarom ben ik in deze film? Maar goed, in onze paskamer... Ja, dat weet ik ze hebben. Maar in ieder geval, eventjes dus over jullie. Jullie... Hadden wij het gevoel over dat jullie een robot was? De reden waarom was gewoon omdat ze had totaal geen emotie. Ze reageerde helemaal bijna nergens op. En echt altijd was het echt... Induce mode. Ik geef ze wel wat, maar ik wil ze wel iets leuks geven. Iets wat bij ze past. En niet gewoon random iets van, oh, je wil iets hebben. Dus, Heel veel puntjes, inderdaad. Kijk, iedere dag heb je inderdaad de optie om je bewoners iets te geven. Maar je hoeft ze niet iedere dag iets te geven om ervoor te zorgen dat ze blijven. Je moet gewoon inderdaad een babbeltje met ze maken. Kletsen, je kunt brieven kun je sturen. Dat zijn allerlei dingen die heel erg goed werken in dat soort dingen. Ik vind deze vind ik wel eigenlijk heel erg leuk. Ik ga hem niet aantrekken, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Oh mijn god, babymutjes. Wat is het verschil tussen al deze babymutjes? Oh, de kleur. Kunnen rondlopen als een hele grote baby. Ik vind het leuk. En dan in 3D! Ik vind de zwarte vind ik leuker. Ja, ik wil dat graag afrekenen. Nee, ik wil het nog niet aantrekken. Sorry. Lederhozen! Jodela! Joehoe! Kijk, er was nog één ding wat ik eigenlijk ook wou kopen en... Ik heb volgens mij... Ik heb al een strohoed gekocht, dus... Maar ik vind deze zonnebril vind ik ook gaaf. Ik bedoel, ik heb een andere kleur, maar blauw vind ik echt gaaf. Ja. Goed, maar verder dus met onze daily routine en ja, even kijken. Is dit een stream waar ik naar zou willen kijken? Nou, ik hoop het in ieder geval wel. Ik vind het hartstikke gezellig. Vandaag is facecam er niet bij, want echt serieus, ik heb een bad hair day. Zo erg dat op het moment dat ik mijn facecam aanzette, gewoon Discord crashte. Zo erg is het.
Trouwens, als je nieuw bent, lees eventjes de regels voor de zekerheid, jongens. Want ik zie heel erg veel die. Maar jullie wilden... Oh, oeps. Oeps. Dat was niet mijn bedoeling. Oeps. Poink. Dat was niet echt handig. Weet je zeker dat je niet wil blijven? Wacht even, je hebt emoties? Misschien niet pakken als je... Oh, kijk nou toch eens, daar zit gewoon een vlieg en een mier. De regels die staan onderaan en die krijg je sowieso... Het zijn gewoon standaard dingen, weet je wel. Van wees lief naar elkaar... Ik ga niet in discussie met de moderators, luisteren naar de moderators, dat soort dingen. Dus, gewoon eigenlijk normale doorsnee chatregels. En ik vind je naam al helemaal geweldig. Mijn konijntjes Evie en Judy zijn er helemaal blij mee. Ik heb een konijntje genaamd Judy en Judy wil mijn eiland verlaten. Wauw, oké, sorry. Ondertussen wordt mijn stem weer een beetje wakker, daar ben ik blij om. Misschien kan ik dan toch weer een beetje gaan voice acten. Hoi! Ik ben eigenlijk nou een beetje bezig met de daily routine in verband met... Ik wou dus het grote nieuws vieren tot Gigi, een hele enge kikker, eindelijk opgedonderd is uit Leafside. En nou blijkt dus tot de volgende morgen gaat komen, dus moet morgen dus... Mijn zwarte lijst is goed genoeg. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat zijn gewoon games die ik nooit zou gaan spelen. Dus, nee, maar ik krijg heel vaak gameverzoeken en noem maar op. En dat verstoort eigenlijk nogal veel. En ik heb zoveel games die ik dus eigenlijk al van plan ben om te spelen. Dus we spelen echt gewoon inderdaad heel veel leuke entertainment. En alles. Dus, Ja, Mario, wees lief. Jongens, jullie zijn allemaal lief. Jullie zijn allemaal geweldig voor deze community. Dus zal ik het nog één keer proberen? Zal ik het nog één keer proberen? Wacht even, ik ga het gewoon nog één keer proberen. We gaan het gewoon doen. Discord, alsjeblieft niet crashen. Oh boy. Volgens mij lopen we nou wel synchroon. En anders is OBS echt gemeen vandaag. Lopen we goed? Werkt hij weer? Yeah! We zijn weer synchroon. Helemaal fijn. Nou, mooi. Is dat eindelijk gefixt. Maar ik snap in ieder geval dat je dus tegen Steve's bent. Stevie's zijn veel beter. Die hebben Eevee's. Maar goed, in ieder geval sorry daarvoor voor die knip, jongens. Dat gebeurt wel eens in een keer. Dat kan natuurlijk dus heel vervelend. Dus, je bent goed bezig. Dankjewel voor de host, Mario. Dankjewel. Maar goed, in ieder geval, Gigi is dus eindelijk opgezout. Echt naar de prikkeldraad en weet ik het allemaal nog om meer daar op die hoek te plaatsen. Maar nu dat we dus... er komt dus een nieuw karakter onze kant op. Wie dat zal zijn, ja, dat zal ik dan heel eventjes als verrassing houden. En ja, blijkbaar gaan we morgen dan ook weer live in verband met... Morgen zien we dus een nieuw karakter in één keer verschijnen. Dus dat betekent dus ook weer een update. En overmorgen... dat kan ik ook gewoon streamen. Overmorgen dan wordt het al helemaal leuk. Want dan is dus ook nog eens een keertje de Noekhoek geüpdate. Dus hoezee. Ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig daarna. Even kijken, want... Wil ik vis vangen? Nee. Ik wil het gewoon bij de daily routine houden. Ik heb vandaag helaas niet al te lang streamen. In verband met... Ja, ik moet straks wel weer naar mijn werk en alles. Dus... Ja, jullie wil ook gaan en dat vind ik inderdaad niet leuk. Kapitein S, wat vind jij... Of Agent S, wat vind jij ervan? Agent Stevie! Nee, dat ben ik. Hoi. Ik was al met je koffieroutine bezig. Bedankt voor het komen, Stevie. En succes met het gaan.
Ik heb gehoord dat je gisteren flink wat bomen hebt geschud. Zocht je iets? Heb je iets gevonden? Waren het wespen? Vond je wespen? Wees bang voor wespen! Haal die wespen weg! Oké, alles is goed. Ik zit eigenlijk te denken, ik wil ze eigenlijk vandaag wel weer een beetje een cadeautje geven, maar ik weet niet precies wat. Ik heb deze helm heb ik gekregen namelijk van Mary, dus... Oh nee! Hallootjes! Er schoot me net iets briljants te binnen! Ik heb de perfecte bijnaam voor jou! Hou je vast! Het is S-Boy! Briljant hoor! S-Boy. Nee! Sterspeler is... Even kijken, waarom ik tegen Steve's ben, alle Steve's die ik ken zijn het laagste van het laagste vandaag. Tijd om daar verandering in te brengen! Zolang je me geen S-Boy gaat noemen, want nee. Sorry Cheddar, nee. Oké, geen probleem, ik heb andere ideeën voor een goede bijnaam voor jou. Ik broed er nog even op, ik kom dan eventjes terug. Vind je vast niet erg, maar vind je van mijn zonnebril, broed ik laatst. Nee. Cheddar, echt serieus, ik onthoud dit. Ik heb hier problemen mee, een groot, groot iets. Even kijken, echt waar, met Gigi ging je net niet eens om en bleef zolang dat je mee weg moest werken. En jullie, waarom je zo'n leuke band ineens... Ja, het is random jongens, het is heel random. En je kunt inderdaad zeggen van nee, ik zou het niet doen, blijf gewoon. En dan zeker krijg je in één keer wespen achter je aan. Oh, Cheddar! Nee, die wespen zijn te dichtbij, helaas. Het is altijd leuk om met NPC's te praten op het moment dat. Even kijken... Ja, ik let op een beetje op je taalgebruik. Ik weet dat je het zet, maar hoezo gaan jullie Gigi missen? Je mag er hebben! Echt serieus, waarom zou je Gigi missen? Je moet echt sowieso planten nog water geven en noem het maar op. Daar ligt een fossiel. Ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig of we een nieuwe fossiel voor elkaar kunnen krijgen. Dat zou wel fijn zijn. Suzie is online. Jij gaat hem gewoon missen in verband met dat ik altijd doodsbang was voor Gigi en ja. Hoi Coco, hoe gaat het mee? Zoveel te ontdekken ook als je alleen maar een wandeling is maken. Praat met mij! Klopt het dat jij gisteren klingels hebt begraven? Niet dat ik je misschien niet... Zou hem in de gaten, they're on to me! Nee, we hadden even wat technische difficulties, dus en ja, basecam aanzetten is toch wel wat leuker, dus ik zit nog niet in mijn workoutfit, dus ik had zoiets van, waarom ook niet, het kan wel, deze ene keer. Weer een fossiel erbij, hoezé. Maar Judy wil dus ook in één keer weg en... Waarschijnlijk worden wij gewoon een kitty-eiland of zo, weet je wel. Want we hebben ondertussen al Pearl. We hebben... Mary natuurlijk, mijn favoriete bewoner. En ja, de volgende die erbij gaat komen, dat is ook een kat. Ja, dan gaan we mouwen, hè. Maar nee, dat is echt letterlijk ook een kat. Dus in ieder geval is mijn spa, mijn knollenplek hier. Baal ik wel van, want morgen wordt dus mijn winkel geüpgrade. En ik zit met knollen. Ja, Judy wil weg. Trouwens, mag ik straks dat hamsterhokje halen? Ik vind hem zo leuk. Ik wil dat hamsterhokje ook. En hoezo wil jij hem halen? Is mijn hamsterhokje. Blijf van mijn hamsterhokje. Ja. Is dat trouwens niet heel erg raar op het moment dat je dan een hamsterhokje hebt en je krijgt een hamster of een cavia in één keer als bewoner? Misschien moeten we die eentje aan Judy geven, weet je wel. Ik zeg van, kijk eens Judy hier alsjeblieft. Kun je meenemen naar je nieuwe huis. Noem hem Stevie. Dan heb je nog iets van herinneringen naar... Misschien is het wel handig trouwens om hem net in de handen te houden als ik even dit doe. Ja, laten we dat ding nog maar vangen. Ik serieus, waarom ook niet? Ik vind het ook wel shady, dat is het probleem. Ik bedoel, het is gewoon daily routine en ik weet niet of we nou een verhuizing zouden kunnen doen. Hi. Ik ben sneller. Chillen, wespen! Ik ben normaal altijd wel in voor een praatje, maar heb jij niet wat belangrijker aan je hoofd?
Nou, misschien wel, ja. Plots. Is het apart dat ik tijdens deze livestream ook bezig ben met een opdracht van natuurkunde? Natuurkunde is iets belangrijk, want Peach Valley is in bloei, dus natuurkundig gezien moeten wij de peaches vangen, want dat is het groeiproces tot peaches en bomen groeien en... Waarom zat er random geld in een boom? Dat heb ik nou nooit in real life, dat er een zak geld vindt in een boom. Dat komt omdat niemand zo dom is om geld te verstoppen in een boom. Ik ben bang dat wij gewoon echt iemand zijn bankrekening plunderen. Ik denk echt gewoon dat jullie elke keer zoiets heeft van... Ja, ik durf niet mijn geld bij Tom Nook achter te laten op, in de pinautomaat. Dus ik verstop het wel in bomen. En dan zijn wij die klier die elke dag dan langs gaan komen... En elke bomen gaan schudden en van... Hé, hey, er zit geld in! En dat we dus eigenlijk gewoon de jullie's rekening aan het plunderen zijn. Waarom jullie? Misschien is dat de reden wel dat jullie zoiets heeft van... Ik kan er nog niet eens mijn geld fatsoenlijk in bomen stoppen zonder dat het in één keer verdwijnt. Ik wil weg hier. Ik heb geen idee. Ik verzin altijd wel iets. Dat is een van de dingen waar ik bekend om sta. Ik ga even mijn opdracht afmaken. Kom waarschijnlijk weer terug. Is goed. We gaan het niet over die pietjes hebben. Want echt serieus. Waarschijnlijk krijg je dan zeker een onvoldoende. Ja. Even kijken. We hebben Money Rock hebben we nog niet gevonden. We hebben nog twee fossielen te gaan. We hebben dit cadeautje nog niet eens opengemaakt. Een gevaarsbord. Oké. Danger. Nou dat Gigi weg is, krijgen we een gevaarsbord. Nee, ik heb zelfs bij sommigen gezien dat ze streamvideo op de achtergrond hebben staan. Wiskunde doen, dan weet ik wel wat ze doen. Wie steekt de meubels in de bomen? Speaking of, we hebben een klaptafel. Wie stopt er nou een klaptafeltje in de bomen? Echt serieus? De Ikes. Ja, de IKEA trade name, weet je wel. Maar dan in plaats van IKEA, de Ikes. That would be the Ikes. Ikes. even kijken, maar we hebben twee vrienden. Ja, oké. Okay. We moeten nog helemaal namelijk eventjes de andere kant van het eiland nog heel even doen. We hebben daar nog een paar stenen te gaan halen. En trouwens, ja, zoals jullie net zagen, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar in de tijd dus tot wij dus nou niet meer daily gestreamd hebben. Want ja, elke dag was er niks nieuws tot vandaag dus. Heel toevallig. Nee jongens, echt, ik wist niet dat Tom Nook, ik wou vieren tot Gigi weg was. Maar in ieder geval, dit stukje heb ik dus ook aangemaakt. Want ja, we kunnen dus het land aanpassen. En ik vind het eigenlijk best wel een heel erg mooi rustgevend plekje. Ik wil daar wat meer bloemen ook kwijt. Ik wil er echt iets heel moois van gaan maken. Maar ik wil dus het huis waar Gigi woonde. Dat huis, dat wordt dus voor een nieuwe bewoner. En dat wil ik eigenlijk hier gaan plaatsen. Nou ja, niet in dat kleine stuk, maar daar wil ik een mooie inham gaan maken. Tot hier dus een paar bomen weggaan. Tot daar een mooi plekje gaat komen voor het huis. En jij bent bezig met Nederlands. Ah, de Nederlandse taal. Ja, gewoon wel ABN Nederlands, hè? Want je hebt natuurlijk ook nog eens een keertje met een accent. En ja, dan kunnen er van alles tussen gooien, zoals dat ik met een Brabant accent praat. Je weet wel, dan kunde dug. Ik Brabant. Mary, we krijgen subs! Yay! Wat super leuk dat je even hoi komt zeggen. Altijd, Mary. Zin om te praten? Deze houten emmer. Die staat er echt super goed. Even kijken, in ieder geval. Olly Basten, veel plezier met je surf. Ik zie nou Eve 008 voorbij komen. Lars versus Pilsies. Sammy 1812 en Michelle Dolfijn. Dankjewel voor de support, Mario. Enorm bedankt. 17 gifted subs alweer, zeg ik. Jeetje. Geen idee wie dit daar heeft neergezet, maar het is echt mega mooi bedacht. Die bucket die heb ik gekregen van Mume. It's a bucket. Goedemiddag Thomas Noord, welkom. Ik wil even deze series ook even meenemen. Ole Basten 1, welkom bij Team Eevee, dankjewel voor de follow. Ja, je hebt een sub gekregen, ja. Thomas Noord, wat leuk toch? Of niet dan? We hebben echt diverse die enorm de kanaal eigenlijk supporten.
Extra blauwe viooltjes, ik ben blij. Oh, kijk nou toch eens zelfs hier. Kijk uit, mijn lood. Een kokosnoot. Wie laat ons wat vieren? Heel veel support, heel veel liefde deze livestream. Ik weet dat ik vanavond nog moet werken, jongens. Maar echt serieus, jullie maken mijn dag helemaal goed. Jullie, ga maar. We kopen wel een hamster voor je. Ga maar. Ik heb een geweldige chat. Ik heb je niet nodig, jullie. Jullie. Oké, zo. Deze steen moeten we nog even slaan. Broccolo, ben je thuis? Volgens mij is Broccolo thuis. Ik wil eigenlijk even babbelen met Broccolo gelijk. Waarom niet? Werk en streamen hou ik eigenlijk liever privé. Dus ja, het enige wat dus overduidelijk is, dat Belgium Wolf ook heel eventjes een gifted substreak eventjes erbij gaat gooien voor Tom B4KX. Janneke zie ik ertussen zitten. The Awesome Luxray, Machtige Brammen, Dutch Dragon Power. Oh jongens, toch echt. Belgium Wolf, dankjewel. Dit wordt bijna zo'n stream, weet je wel, dat je dus niks anders zegt dan van dankjewel. Dankjewel voor het sub. Oh, Broccolo, je bent iets aan het maken. Tegenspeler! Pas op waar je loopt, oké? Okay? Waar ben je mee bezig dan? Nou, ik maak dus een sinaasappelwand. En Machtige Bram, die surft heel eventjes gezellig door. Maar een van de beestjes in mijn vloer fluistert me vannacht in mijn slaap en doet zelf instructies in. Dus ik moet hem bouwen, anders weet ik niet meer wat ik straks moet worden. Kijk maar eens, joh, plan voor sinaasappelwand. En Dutch Dragon Power, even shh, anders ben ik mijn idee dadelijk kwijt. Dan kun je mij overlaten, ik heb alles opgeschreven en getekend, dus volg dit maar. Oké, dus je raakt het niet kwijt, dan is het goed. Daar ben ik blij om. Kaas! Yep, je hebt de catchphrase. Kaas. I love it. Wolf, enorm bedankt. Dankjewel, Michelle. Heel veel mensen die zijn bang dat als ik dat stemmetje doe, dat ik mijn stem kwijtraak. Maar dat stemmetje vind ik juist het makkelijkste van heel veel stemmetjes om te doen. Een van de moeilijke stemmetjes die ertussen zit. Nou ja, Cheddar die heeft dus een hele bekakte stem. Hij heeft wel van, kijk mij eventjes modieus wezen. Dan hebben we natuurlijk Tank. Volgens mij is Tank ook op het moment thuis. Echt. Oh, oeps. Mary, kan ik jou misschien blij maken met een kers? Hi. Nee, niet doorlopen. Altijd een babbeltje maken als we langskomen. Hoi zeggen. Ik heb echt iets om perfect bij je outfit. Oh. Oh, ik heb de helm voor jou ook gekregen. Wat? Oké, dus wil je passen wat ik heb? Ja, ik wil het zeker. Ik wil een helm met beschermingsbeeld. Maar jij hebt me deze helm al gegeven. Mary, je bent te lief met een cadeautje. Ik moet iets kopen voor Mary nou, jongens. Wat is het verschil tussen een kaasschaaf en een kaas? Nou, een kaas is gaaf. En gewone kaas is niet zo gaaf. Eens even kijken. Wat is dit dan? Wauw, die past heel goed bij deze outfit. Wauw. Wauw. Hoi, Hini. Leuk dat je er weer bij bent. Gezellig. Ik weet niet. Vind ik echt zo vrolijk. Daar ging een kerst verloren, but I don't care. Oh nee, daar ging geen kerst verloren. Auw. Ik moet kunnen versluiten. RCR 866 krijgt een gifted sub. Jongens, dat is echt serieus. Jullie zijn geweldig. Dankjewel voor alle gifted subs. Maar wauw. Why? I am so not worthy. Ja, ik hou deze helm nu op. Sorry voor de Captain Falcon. Ik wou zeggen Captain Falcon. Captain Falcon helm vind ik ook heel erg gaaf. Die hebben we ook van Mary gekregen, maar... Nou moeten we echt iets... Misschien heeft de Able Sis. Misschien heb ik nog iets in mijn storage. Ik moet Mary nou een cadeautje teruggeven. Dat moet gewoon. Oké, ik ga heel eventjes naar mijn huis toe. Ik wil heel eventjes... Mary moet een cadeautje terugkrijgen.
Jeetje, echt, al mijn kersen die staan gewoon in bloei. Zijn hier nog wel mensen zonder sub? Hini heeft nog geen sub. Sorry, Hini. Sorry dat ik jou als voorbeeld moet nemen, maar je bent net zo awesome hoor, geen zorgen. Echt, sub-only chat ga ik nooit aan beginnen, dat vind ik zo... Alleen de gedachte al. That's your awesome. Jij bent ook awesome. Nee, niemand hoeft dat. Niemand hoeft dat. Ik serieus, dat jullie hier al gezellig zitten, dat vind ik al echt. Wacht eventjes, een streamer die niet om subs vraagt? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het echt hartstikke aardig dat jullie het willen doen, maar echt serieus, het is compleet optioneel. We hebben leuke emotes die je kan gebruiken, dat is het enige wat ik jullie te bieden heb. Eens eventjes kijken. Stershirt. Ze heeft een hele andere met shooting stars. Ze houdt nogal van sterren inderdaad, dus misschien een stershirt. We kunnen de appeljurk haar cadeau geven. Ik vind die ook wel leuk. Mario. Waarom doe je dat nou, Mario? Ik vind het hartstikke lief, maar dat had echt niet gehoeven. Doei, konijntjes. Was gezegd dat je erbij was. No man left behind. Ik denk echt dat ik de appeljurk cadeau wil geven, eigenlijk. Ja... Ik bedoel echt serieus, ik ben een hele grote appelfanaat. Zij krijgt van mij de appeljurk. Ja, inderdaad! Sinterklaas en kerst is pas in december, jongens. Onthoud dat. Heb ik nog inpakpapier trouwens? Want anders ga ik even langs de winkel om even inpakpapier te gaan halen. Want het moet wel echt als een cadeautje gegeven worden. Veel te veel eieren. Kijk, volgens mij heb ik geen inpakpapier meer. Kan ik me beter eigenlijk wel inslaan, want morgen is dus Tom Nook dicht bij mij, dus... Was het geen Pasen dan? Daar komt Sippen weer. En mijn muis is in beeld, ik weet het. Maar in ieder geval bedankt voor de support, hoor. Oh. Nee! Vlinder, ja! Hoi! Leuk! Tel eens iets! Kijk, ze is op het eiland. Heel erg leuk. Ik wil dit ding vangen. Dank je. Goed. Nou. Is dit niet stiekem van jullie een race om nummer 1 te zijn? Of dankjewel voor de kippensap voor Eden en voor Oostenbeek. Ik heb echt het gevoel dat jullie gewoon weer aan het strijden zijn om die nummer 1 plek. Jongens, jullie zijn allebei awesome. Jullie zijn allebei mijn favoriet. Maar net zoals andere kijkers, iedereen is mijn favoriet. Ik heb echt geen favoriet. Ik ben sprakeloos. Precies, Thomas Noord. Jij bent ook mijn favoriet. En Mume is mijn favoriet. En zelfs... Konijntje van het, die is mijn favoriet. En oh ja, wacht eventjes. Ik moet een cadeautje even voor jullie. Iedereen die gezellig meekijkt, vind ik al favoriet. Ik bedoel echt serieus. Mijn random shizzle op website. Ik weet anders ook niet wat ik ervan moet zeggen. Oh, Timmy en Tommy, ik wil even iets kopen bij jullie. Ik wil die radio eigenlijk ook. Die ziet er grappig uit. Jij bent een... Nee, jij niet. Iedereen is mijn favoriet, Suzy, behalve jij. Nou goed, nee joh. Oh, Stevie, wat ben je gemeen. Ik weet. Nee. Oh, nooit. De appeljurk, ja, die willen we echt cadeau geven. Even kijken, heb ik nou alles wat ik wil verkopen? Nee, Suzy vind ik ook geweldig. Jutbox, daar wil ik echt iets mee doen. Ik weet nog niet wat. Volgens mij heb ik niet echt veel om te verkopen. Nou, ik heb echt veel te veel zooi in mijn inventory. Dat kan ik ook snel verkopen. Nee. Dat kan ik ook snel verkopen. Maar ik wil die hamster wil ik ook. Ik bedoel, het grappige is, mijn unique items, die heb ik allebei al. Dus die boeien me weinig. Maar deze wil ik zeker kopen. Een hamsterkooi.
Maar daar wil ik er twee van, want ik wil er dus eentje aan jullie cadeau geven. Dus ik koop er gewoon twee. En ik wil dit ding ook. Omdat ik het grappig vind. Dit is zo ouderwets. I love it. Eens even kijken. Wat voor cosmea's? Hyacinten, anemonen. Hyacinten, anemonen, cosmea's. Oké, okay, wel. If you say so. Oeh, marine blauw. I want it. Ik weet niet, blauw blijkt toch wel een beetje mijn favoriete kleur eigenlijk. Dus ik vind blauw gewoon een hele mooie kleur. Waarschijnlijk heb ik in een andere video gezegd dat ik een andere lievelingskleur heb. Maar nu heb ik echt gewoon blauwe vibes. Ik hou van blauw. Dus Vaporeon is je lief? Nee. Ik heb geen favoriete evolutie. Ik koop je helemaal op. Jou blijf ik tegenkomen, hè? Oké, okay, ik heb inpakpapier. Dan gaan je jurk gaan we nou inpakken. Waar is die jurk? Waar is die jurk? Mary! Ik heb iets voor je. Jij geeft mij geweldige kleding. Jij krijgt ook geweldige kleding. Een appeljurk, ja. No. Nee. Je hebt mij een cadeau gegeven. Nee, je hebt mij een cadeau gegeven. Je hebt mij een cadeau gegeven, Mary. Dus ik hoef niks te geven. Nee, ik wil niks te geven. Mary, waarom doe je dit nou? Nee, Mary. Ik wil je klingel of niet. Nee, het was een cadeautje. Kijk, waar heb ik die... Ik heb die emotie, heb ik. Je weet wel, dat moment dat je een cadeautje wil geven, weet je wel. En iemand gaat je dan geld ervoor teruggeven. Mary is gewoon te lief. Daarom is Mary ook een van mijn favoriete karakters. Oké, okay, robot jullie. Ga weg met die mieren. Ik moet dat ding echt weggooien in een keer. Goed. Ik weet niet of dit eigenlijk een slim idee is om gewoon een hamsterkooi in te pakken als een cadeautje, maar... Ik kan jou geen cadeau geven! Ik kan geen cadeau geven! Mario, ik moet nog fossielen ophalen, maar kun je zo snel mogelijk mijn kant even opkomen? Want anders ben ik bang dat het hamstertje het niet lang gaat overleven. Ik ga even mijn poort openzetten hoor. Nee, ik wil niet zelf op reis. Serieus, iedere seconde telt. We hebben een hamster die is naar adem aan het gaspen omdat hij ingepakt is als cadeautje. Jongens, op onze Discord trouwens, daar hebben wij ook een ruimte voor. Waar dat mensen dus inderdaad, zeg maar, die Animal Crossing spelen. En wil je dus mensen op je eiland hebben? We hebben daar een paar regels voor, weet je wel. Van, ga niet grieven op andermans eilanden. De manier van uitloggen en al dat soort dingen. Maar dan kunnen we dus ook dodo-codes plaatsen. En dan kun je dus ook een keer gezellig op Leafside komen. Lijkt me hartstikke gezellig. Dus, lijkt het je leuk? Kom langs, zou ik zeggen. Hartstikke gezellig. Even kijken. Al mijn vrienden die mogen van mij komen. Al mijn vrienden... Oké, okay, ik wou wel zeggen, ik serieus. Volgens mij was hij ook eventjes zo van... Ik heb geen idee hoe ik hierop moet reageren...
in ieder geval dat staat open. Nou, nog heel eventjes die andere fossielen even vinden. En ik moet ook nog wat met mijn bloemen gaan doen. En ik moet nog eventjes kijken of het nou verhuisd kan worden. En oh, Mario, kun je nog heel eventjes wachten? Kan ik heel eventjes mijn klingelboom even kijken? Heb ik daar de ruimte voor? Ja. Heel even wachten nog, Mario. Ian, welkom bij Team Eevee. Dankjewel voor de follow. Ja, die bandrecorder moet ik ook nog inderdaad kopen. Dus komt wel goed. Oké, eventjes 10.000 pakken. Hoppakee. En die doen we begraven. Zo. Helemaal goed. Helemaal te gek. Ik denk dat ik dit ook wel heel eventjes nog kan doen. Maar ik nog heel even wachten. Kan ik die steen daarboven ook even gelijk nog meenemen? Zijn nou toch. Maar Stevie, die hamster heeft zuurstof nodig. Ja, maar die stenen. Ik hoop echt dat het goed gaat met die hamster, jongens. Ik maak me echt zorgen. Hier een puil! We hebben gaatjes erin geprikt. Het is doorademend papier. We hebben onze money rock eigenlijk ook nog steeds niet gevonden. Volgens mij, ik denk dat ik weet waar dat die zit. Ik weet het niet zeker. Maar ik heb wel zoiets van, oh, we hebben oranje tulpen. We hebben oranje tulpen, jongens. Oké, maar Mario, je kunt nou komen. Nee, ik heb de filmprojecten, die heb ik al. Hey lief, maar ik heb de filmprojecten, die heb ik al. Dus dat zou ik een beetje zonde vinden. Kom dan maar gauw voor de hamster. Serieus, de hamster heeft je nodig. Die hamster die zit daar echt zo van, hallo, ik stik hier. Hey, Moon Monkey. Welkom. Ik zeg dat je erbij bent. Ik ben helemaal back af, jongens. Van echt heel die subtrainen ondertussen. Want jezus. Oh. Goed. Focus. Oh ja, we hadden ook nog sad nieuws inderdaad. Want Judy gaat weg. En ze wil geen cadeau accepteren. Is Judy het dan wel waard? Wacht eventjes. Het is tijd voor een complottheorie. Heel misschien... Oh, daar is mijn laatste deal. Thomas, we gaan niet vragen om subs. Dat gaan we niet doen. Ik vind de support al helemaal geweldig, maar we gaan niet zo ver. Kom op, jongens. Sluit het venster. Eddie Isley. Want Thomas, echt serieus. Ondertussen kijk ik er gewoon vanuit dat iemand mij serieus neemt op alles wat ik zeg. Nou ja, met dat soort dingen, dat moet je wel mee uitkijken. Ik bedoel, echt serieus, dan moet je zelf actie ondernemen en niet zeggen van, hey, jij bent iemand die veel cadeautjes geeft. Geef hem ook eens een cadeautje. Gaat nergens over. Ik serieus. Hé, hey, Kerstman, jij geeft iedereen cadeautjes. Geef hem ook eens een cadeautje. Wacht even, wat? Jullie snappen me wel. Nog steeds de cowboy outfit. Hij heeft nog steeds de cowboy outfit aan. Zo, gust of wind. In ieder geval, ik had mijn laatste fossiel gevonden. Ja, heel raar voorbeeld, ja.
Wij moeten zo snel mogelijk naar de luchthaven toe in verband met... misschien kunnen we vandaag trouwens ook wel iemand zijn of haar eiland bezoeken. Ik denk dat dat mijn money rock trouwens daar is. Het zal dus niet achter Mary zijn huis liggen. Oké, okay, nou, in ieder geval... even snel naar de DAL, het vliegveld. En hier even rustig lopen, in verband met de bloemen. Oké, we zijn bij het vliegveld. Mario? Mario, ik heb een cadeautje, kom naar het vliegveld, ik serieus! Elke seconde telt! Mario? Oh, daar ben je al, mooi. Maak het snel open! Oh, wat? Echt serieus? Je pakt het niet eens, Zin? En is dit... Ja, inderdaad. Elke seconde telt behalve de seconde van net. Wacht, kan ik geen awesome snog hierbij op hebben? Hyperhelm. Maar niet, nee. Hey, Sneaky Sniper! Welkom! Niet sneaky zijn, hè? Oh ja, wacht, dat ben je wel. Misschien moet ik vandaag gewoon even iemand zijn eiland eigenlijk bezoeken. Lijkt me ook wel eigenlijk grappig om te doen. Maar ik vraag me eigenlijk wel af, Mario, van waar een toilet schoonmaakt. Is dat een stille hint? Vind je soms dat mijn toilet stinkt? Is dat het? Wat wil ik eigenlijk doen? Want ik wou... fossielen ken ik nou niet. Oh ja, ik wou heel eventjes mijn muziek toevoegen. Kan dat? Kan dat als er iemand is? Jongens. Ja, een beetje vrolijkheid. Dat is goed, Mario. In ieder geval zorg ik goed voor Judy. Het hamstertje heet Judy. Want Judy wou het niet hebben, dus daarom heb ik het hamstertje heb ik nou Judy genoemd. Zorg ik goed voor Judy. Ik kom af en toe langs om Judy hoi te zeggen. Moeten wij natuurlijk onze hamster ook nog ergens natuurlijk even plaatsen. En even het huis even een beetje inrichten en noem het maar op, maar... Ik weet het, maar ik wil eigenlijk een beetje beginnen nog met iemand anders. En, oh ja, de zandbak moeten we ook nog plaatsen. Laat ik heel eventjes de dingen gaan doen die ik echt al, ik weet niet hoe lang, wil gaan doen. Oh ja, we moeten ook nog langs Peach Valley, want Peach Valley heeft fruit. En fruit kunnen we verkopen, want morgen is de Nookhoek dicht. Waar waren mijn klingels ook alweer trouwens? Mijn knollen, sorry, 84? Ik even nog even kijken. Maar was 84. Weet je wat? Ik zet dat ding wel ergens anders even neer. Dus klaptafeltje, dus jukebox, hamsterkooi. Zo. Dan heeft de Magikarp... Ik moet nog een naam voor het hamstertje eigenlijk verzinnen, jongens. Moet echt nog eventjes een naam voor het hamstertje verzinnen. Oké, de superhelm die mag eventjes in de opslag. Cherries wil ik even in de opslag brengen. Die wil ik in de cherry. Klaptafeltje, die mag er ook in. Fossielen nemen we mee. Inpakpapier wil ik nog heel eventjes bij me houden. Mocht ik nog inderdaad een cadeautje idee hebben. Kersen die moeten allemaal in de opslag. Hout mag in de opslag. De boksbal wil ik ergens anders plaatsen. Sterrenfragmenten mogen in de opslag. Daarmee kunnen we dadelijk dat ding treffen. Jukeboxen wil ik... daar heb ik nog niet echt ruimte voor. Daar wil ik nog wel iets leuks mee gaan doen. Gevaarbord. Nog even niet. Bandrecorder. Ik denk dat ik deze in de studio kan plaatsen. Waarom ook niet? Sammy. Maar waarom Sammy? Let me know. Die moet naar de...
Ja, dan hebben we in ieder geval misschien wat meer wc-papier. De wekker. Ik heb al een digitale wekker. Misschien kan ik daar iemand blij mee maken. Wacht eventjes. Ja, die wekker die pakken we dadelijk heel eventjes terug. Dan kunnen we wel een cadeautje aan iemand anders geven. De bandrecorder. We laten wel Max en een zandbakje. En die moeten we allemaal nog plaatsen en echt neerzetten. Dus, noem hem Eevee. Onze kleine Eevee. Dat vind ik eigenlijk geen verkeerde. Ik bedoel, ik heb hier ook Eevee, weet je wel. En dan Judy, mijn andere konijntje, die staat dan bij Mare. Vind ik een goed idee. Thomas, die hou ik erin. Sammy vind ik ook leuk. Dus Hinny, begrijp me niet verkeerd. Alsjeblieft niet. Maar, ja, ik vind dat wel eigenlijk een heel erg leuke naam. Gaan we er zeker in houden. Goed, even kijken hoor. Dat was hier de wekker. Ik denk dat ik die aan Broccolo moet gaan geven. Want die verslaapt zich nogal veel. En die snoept nogal veel en zo. Dus. Hallo, kan niet al te lang blijven. Ga zo met mama en tweelingboer. Oké, okay, helemaal geen probleem. Hoi Thijs, gezellig. Dat is mijn keuken. Ik kan nog steeds geen aanrecht maken, jongens. Echt verschrikkelijk. Ik heb zoveel plannen voor mijn keuken, maar goed. Even naar de badkamer toe. In ieder geval Esther, veel plezier. 100%. De toilet. Eens even kijken, hoe ziet het eruit eigenlijk? Zo'n wc-bord. Ja hoor, get some more toilet paper. Ja, dat moet gewoon echt naast de wc staan, dit. Kan ik dat zo hier nou? Nee, volgens mij moet ik echt... Wacht even, dat doe ik anders. Ja, daar heb ik iets meer ruimte voor nodig. Dus jouw één blokje verplaatsen. Jouw één blokje verplaatsen. En dit moet gewoon hiernaast staan. Zo. Get some more toilet paper. Ik vind hem helemaal niet leuk. Het geeft mij werk in mijn huis. Ik zeg serieus, trouwens, ik heb hier ook al mijn bad. Hartstikke leuk. Een douche. Heel veel mensen die zouden de douche, zeg maar, daarboven het bad hangen. Dat zou wel kunnen. Maar ik heb echt zoiets van, ja, maar nou kun je er echt onder staan. En in je bad, daar kun je dus niks. Je kunt nog niet eens in je bad liggen, weet je wel. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Je kunt het kraantje aanzetten, maar voor de rest kun je er niks mee. En dat is jammer. Hey konijntjes, welkom terug. Leuk dat je er weer bent. Ik heb wc-papier gekregen en... Ja, de hamster Judy die maakt het goed. We hebben de hamster Judy genoemd. De boksbal. Waar wil ik nou mijn boksbal eigenlijk plaatsen? Want die zou ik ook eigenlijk in mijn... Nou ja, aan de andere kant, ik zou hem op mijn slaapkamer kunnen... in verband met dat dat ook half een beetje dan mijn fitnessruimte is. Light camera action. Ja, deze die moet dan eigenlijk de bandrecorder. Die zou dan hiernaast moeten staan. Eigenlijk op een soort van werktafeltje. Heb ik een leuk werktafeltje? Piano-kruk heb ik. Ik heb hier echt een leuk tafeltje voor. Ik pak gewoon even een rotan bijzettafeltje. Wat maakt het uit? Het gaat er maar om dat het ergens op staat. Oh, wauw. Het is ook echt dat je hier muziek op af kan spelen. Nice. Momenteel ben ik aan het kijken of ik iets leuks heb om... Is helemaal goed, Mario. Is helemaal goed. Top. Goed bezig. Dan gaan we even Broccolo even zo snel mogelijk de wekker geven. En is er iemand toevallig die vandaag zoiets heeft van... Nou, kom eens even. Ik heb iets moois te laten zien. Kom mijn eiland bezoeken. Laat het wel even weten in de chat. Dan kom ik gewoon even langs. Lijkt me gezellig. Lijkt me leuk. Kijk, ondertussen hebben wij dat we naar het museum toe moeten gaan. Wij moeten de wekker aan Broccolo geven. En we moeten de zandbak plaatsen. Oh, ben mijn boksbal vergeten te plaatsen. Ho, terug. Heel belangrijk. Ja, Esther, ik wil het wel, maar ik weet uit zekere bron... Er is niks te bezoeken bij jou. Even kijken, zou deze hier nog kunnen plaatsen? Want jij hebt geen eiland. Je hebt net 4 sterren gehaald. Netjes. Ja, dat werkt wel. Moet wel sportief blijven natuurlijk, hè.
Maar heel netjes, Thijs. Ik heb ook de 4 sterren op het moment. Tenminste, ik hoop dat ik het nog steeds heb in verband met dat nou al de knollen er liggen natuurlijk. Trouwens, Grant het over... 37 minuten. Even kijken, mijn eiland is ook heel mooi. Het is een vacuüm. Ik heb namelijk geen eiland. Oh, je hebt hetzelfde eiland als Esther. Ja, de knollen is inderdaad een van die dingen, weet je wel. Dus ik heb wel leuke dingen gehoord over 5-sterren eilanden. Dus, Zo, even wachten. Zo. Hi! In één keer een... Riebel in mijn hoest. Riebel in mijn hoest. Heel Nederlands. Wauw. Even kijken. Volgens mij heb ik deze boom nog niet geschud. Kan nog altijd wat points in zitten. Of op wespen. Ik weet het, we moeten naar Bladders toe, maar Bladders kan wel even wachten. Sowieso, die ligt te slapen, dus... Je hebt een miljoen aan knollen. Ah ja, Thijs, zou je het leuk vinden als ik jouw eiland bezocht? Nee, we gaan geen knollen jatten. Daar zijn wij absoluut niet van. Dan krijg ik ruzie met onze mascotte Detective Umbreon. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Uh-oh. Ja? Ik weet niet of je bij ons op de Discord zit, maar zou je mij dan heel eventjes een DM kunnen sturen met jouw dodo-code? Wat is jullie knollenprijs voor vandaag als jullie dat niet wilden zeggen? Mario, daar hebben we een Discord voor. Dat gaan we niet op Twitch doen. Daar hebben we een hele mooie Discord voor. Je zit op de Discord? Oké, okay, Thijs. Als je me dan eigenlijk heel eventjes via een DM even je dodo-code kan sturen, dan kom ik maar al te graag langs. Misschien hebben we nog wel... Ja! We gaan Thijs heel geheimzinnig een cadeautje geven. Hoi! Agent S, hoe gaat ie? Ja, inderdaad. Ik heb iets voor je, denk ik. Heb je nog nieuws? Dank je. Je bent echt super... Ah, oh, je bent ook super Agent S. Je hebt onderzoek gedaan naar mode. Ja, maar dan moet je bij Mary zijn. Echt serieus, Mary die heeft ons dit gegeven. Mary is super lief. Echt, serieus. Nee, ik heb helaas niks bij me wat ik echt als cadeau kan geven. Want de wekker is meer voor Broccolo, dus... Hoezo ben je nog wakker? Even kijken, kunnen wij iets analyseren? Nou, dat kan hij wel inderdaad, maar zit er iets nieuws tussen? Dat zou ik heel erg fijn vinden. Nee, we hebben ze alle 4 al. Het is zeldzaam, maar ja, ondertussen, we spelen dit spel ook al zeker een maand, dus... dankjewel Thijs, ik kom eraan. Eventjes nog een leuke cadeautje voor jou pakken. Ik zou zeggen, kijk even weg. We gaan eerst eventjes de fossielen even verkopen, even snel. En daarna... Nou wel, hè! Nou, jij... Oké, okay, wacht eventjes. Nee. Jij krijgt ook een hamster. Ik koop gewoon nog een hamster. Guess who's back, hoi Yolo boy. Ik wil daar eigenlijk nog wel eventjes Breath of the Veil even spelen trouwens. Ik zit nog steeds in hardcore modus. Ik ben trots op. Oké. Okay. Inpakken en wegwezen. Wekker, hamsterkooi. Jullie! Terecht, ik heb iets voor je. Kijk eens, alsjeblieft. Noem hem Stevie. Wat voor fraais komt er nu op jouw pad? Een cadeautje. Dat is een echte hamsterkooi met een hamster erin en die noem je Stevie. En dan ga je de hele tijd als je Stevie ziet, ga je huilen omdat je ons eiland verlaat. Nou ja, je gaat verhuizen, dus... Nou ja, in ieder geval graag gedaan.
Ja, en tot je gaat verhuizen, ik weet het al, dat is er wel. Ik hoop dat je blij wordt. Oké, die kan ik trouwens dadelijk ook wel verkopen. Thijs, wat voor eiland heb jij eigenlijk? Wat voor fruit? Thijs? Wanneer vertrekt ze? Morgen. Morgen gaat ze inpakken. Je hebt kersen. Oh, sorry. Ik ging mijn kersen ook niet bij jou verkopen. Wat vervelend. Maakt niet uit. We vinden wel iets. Even kijken. Wat kunnen wij Thijs geven? Ik heb zoveel zooi. Ik heb een idee. Pakken dat. Cadeautje van maken. Ik bedoel, ik heb vandaag zoveel gifted subs zien voorbij komen dat wij vandaag ook maar heel veel cadeautjes gaan geven. Waarom ook niet? Ja, nee, Thijs, dat is ook niet wat ik van plan was. Ik dacht bij mijn eigen van, dan kan ik mijn kersen bij jou verkopen. Maar het probleem is, als jij ook een kerseiland hebt, is het niet handig om kersen bij jou te gaan verkopen. Dat moet je dan ergens anders doen. Hoi, agent S. Dankjewel dat je mijn mode leuk vindt. Oké, nou laten we maar zo snel mogelijk eventjes gaan, want anders duurt het wel heel erg lang. Ah, dat is toevallig YOLO. Een vriend van mij ook. Namelijk, dan vraag ik mij... Wat, ja. Volgens mij had Mimi mee een pereiland. Mijn zus die had het appeleiland. Ik wil graag op reis gaan. Inderdaad. Ik begin wakker te worden, jongens. Dus mijn geheugen begint weer te werken. We willen iemand bezoeken. We willen via online spelen. Oftewel een vereiland. En we willen een dodo-code eventjes erbij pakken. Goed, dan gaan we dus naar het engste van allemaal, namelijk mijn achtergrond. Eens even kijken. De code is... H... D... Nee. Dat is hij absoluut niet. Objection! Vlieg maar naar Thijstown! Ja, nee, de achtergrond zorgt ervoor dat het eng een beetje minder wordt. Ik bedoel, serieus, een close-up van dit. Daar word je niet vrolijk van. Ik bedoel, echt serieus. Ace. Hold it! Take that! Nee, ik heb al op aangedrukt! Ik kan er niet meer tegen gaan! Sorry! Ik ben al in het vliegtuig gestapt! Take that! Objection! Ik heb ook echt allemaal Eevee-beeldjes, jongens, dus... En mijn amiibo's. Je spreekt in Eevee-modus en met een rechtlijning over... Sorry dat je gewoon alles vastmaakt. Oeh, je bent de racebaan aan het maken. Oh, trouwens, nee, wacht eventjes. Dat kan ik niet, want dat is namelijk een bloem. I love what you actually did with the play. So! It's Godzilla! Blijkbaar. If you say so. Hallo! Wat zie je er fabulous uit vandaag? Hoi! Oh ja, nou, ik klap wel even mee. Ah, lekker even klappen. Dus, ik loop heel stiekem wel eventjes deze kant op. Creepy. Oh mijn god, dat ding, dat kan nog vuurspugen ook.
Je hebt Animal Crossing New Leaf. Ja, ik heb daar een... Jij hebt rozen! Tom Nook, ik moet rozen kopen. Ik moet rozen kopen. Heeft Tom Nook bij jou rozen? Ik ga rozen bij jou kopen. Ik heb een cadeautje trouwens voor je. Kijk eens, ik heb hier een heel leuk cadeautje voor je. Heb hem al ingepakt? Ja, ik had hem al ingepakt. Alsjeblieft, weer. Kijk eens, laat het vallen. Alsjeblieft, leuk cadeautje voor je. Speciaal voor jou. Ik moet heel eventjes naar je winkel. Oh, je hebt zelfs al gouden rozen. Nice. Je hebt ze gekocht bij iemand anders. Ja, maar misschien kunnen ze dan ook wel hier kopen. Waar is jouw winkel? Ik moet jouw winkel vinden. Even kijken. Ga linksaf waar je rechts ook had kunnen gaan. En dan drie kwartjes rond. Oké, sorry. Ik moet heel even naar je winkel. Dan niks aan doen. Daar hebben we de Able Shop. Paaseieren, creepy. Trouwens, echt gaaf eiland. Ook hier liggen al die knollen. Nice. Oh mijn god, dat markt is zo mooi daar. Ik moet het zien. Ik moet alles zien. Damn, dit heb je mooi gemaakt. Wat kijk hier nou? Je hebt gewoon echt een custom floor gemaakt. Dat is wel gaaf. Damn, dit ziet er nice uit. Maar goed, in ieder geval, Nou, het blijkt op het moment dat je de bloemen op je eiland hebt, dan heb je dus een kans tot die bloemen ook bij jou te koop zijn. En een oude fax. Mij heb ik al een fax. En de driewieler heb ik ook al. Die heeft Broccolo. Even kijken, wat heb je? Gele viooltjes, anemonen, rode tulpen, witte tulpen, anemonen. Ah, je hebt geen rozen te koop. Darn it. Thijs, aan geven doe ik niet hoor. Dan krijg je gewoon klingels ervoor terug. Echt serieus. Ik bedoel, Mary heeft mij het goede voorbeeld gegeven. Dus ik vind het hartstikke lief, maar dan wil ik ze wel kopen. Oh, kijk hier nou. Dit is echt zo gaaf gemaakt, man. Ja, eiland is gaaf. Ik kan hier inspiratie op doen. Ik wil dus namelijk ook een soort van speelmarkt gaan doen. Dus hier tot alle fruit ligt. En dan kan ik hier iets mee doen. Kan je hierin? Wil je hierin? Mag ik hierin? Leuk gemaakt. Oh, gaaf. Het is echt gaaf, joh. Nee, je moet ze planten. Heb je rozen of heb je zaadjes kun je droppen. Rozen moet je gewoon planten en dan moet ik ze opgraven. Het probleem is, ik kan ze niet opgraven, want ik mag mijn schep niet gebruiken. Tenminste, volgens mij kan ik mijn schep niet gebruiken. Nee, dat is alleen maar voor beste vrienden. Ja, ik weet het! Thijs, ik ga gewoon een uitzondering op mijn regel maken. Ik ga je gewoon toevoegen als vriend als jij dat leuk vindt. Ik ben echt serieus, ik heb rozen nodig. Hoi Wiebe! Even kijken, want volgens mij zou dat al moeten kunnen. Even kijken. Oh, nou zien jullie allemaal wie mijn vrienden zijn. Ga ik gewoon lekker censureren, lekker puh. Even kijken hoor. Iedereen... Staat dat hier tussen? Volgens mij niet. Oké, Thijs, kun je heel eventjes een DM sturen? Met je vriendcode. Dat doe ik wel even regelen. Geen zorgen! Ah, ja, Sint Farm. Nice. Oh, je hebt al best veel Black Roses eigenlijk. Hier heb je dus de Black Roses Farm. Kijken. Zelfs een goede roze, man. Ik ben zo jaloers. Eiland is echt mooi. Nou, met CJ heb jij dus hier de riemvis. Nice. Ik vind dat ding heen. Hey, kijk joh, die rozen zijn echt mooi. Ik vind het echt een heel mooi eiland, zeg. Damn. Heel creatief ook. Sneak je gewoon heel eventjes tussenin. Matthijs, kun je heel eventjes je friendcode heel eventjes DM'en? Dan privégegevens hou ik zeker privé. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Al die bomen zitten op elkaar. Nice.
Mooie plek voor de vuurtoren. Mooi pad er ook naartoe. Je zou ook iets heel moois kunnen maken, maar dat denk ik echt wel dat hij dat van plan is. Oh, je hoort een pop-up bij me. Ga ik al even kijken. Even seconden. Proef. Hi. Eens eventjes kijken. Dan moet ik heel eventjes hierheen. Dan ga ik hier naartoe. Eens even kijken. Vriendenlijst. Vriend toevoegen. Met een vriendcode. Even kijken. Zo, zo, zo. En dat. Oké, het is gestuurd. Kan ik even verder naar je eiland kijken? Echt wat je wel niet moet doen om rozen te krijgen, jongens. Maar Thijs verdient het. Ik bedoel, echt serieus. Kijk hoe mooi dit eiland is. Oh, wauw. En hier woont gewoon iedereen. Waarom is iedereen binnen? Hij is bang voor mij. Er is een strange dude aan die island. Oh, dit is ook gaaf gemaakt zo. Met een hekje. Damn, dat ziet er nice uit, zijwaarts. Nice. Wie woont hier? Sydney. Ah, ik ben nog niet klaar met jou. Ik ben er nog niet klaar mee, hoor. Nog niet. Oh, kijk nou toch eens. Een leuk huisje van Sydney. Hallo, Sydney. Wij hebben elkaar toch nog niet ontmoet. Mijn naam is Sydney. En jouw naam is Stevie. Dat vind ik een erg leuke naam. Ik hoop je weer te zien de volgende keer dat je in Thuistown bent, zonnetje. Zonnetje? Zonnetje? Ah, ik ben Zonnetje genoemd. Even kijken, kan ik nu... Zo, dan kan ik jou die sturen. En zodra je die geaccepteerd hebt, inderdaad, kan ik gewoon hier een schep gebruiken. Zoals nu dus. Ja, het werkt. En weet je wat dat betekent, Thijs? Dat jij mijn duistere kant zal gaan zien. Nee, grapje. Wil je ze hier planten of moet ik je volgen? Of ik volg jou gewoon. Jij bepaalt welke roos ik mee mag nemen. Je moet ze ergens planten, dan kan ik ze opgraven, dus... Ja, ik volg je. Op Twitter en Facebook. Nee, dat nou ook niet meer. We volgen vandaag gewoon een... hoe heet dat? We volgen vandaag iemand... we zijn vandaag iemand zijn eiland bezocht. Ik weet niet, heb ik tijd voor twee... Nee, ik heb helaas geen tijd voor twee eilanden te bezoeken vandaag. Maar sowieso, morgen komt er ook weer een update. En morgen wil ik ook weer iemand zijn eiland bezoeken. Dus lijkt me hartstikke gezellig. Oké. Mag ik één rode pakken? Echt serieus, dit is wel je farm, jongens. Nee, zwarte rozen moeten we zelf. Echt, de hybrids die wil ik zelf maken. Dus ik wil gewoon alleen de standaard kleuren. Deze mogen? Oké, nou, dan pak ik er eentje netjes hiervan. Zo, netjes wel weer dichtmaken. Oké, twee kan ik er pakken. Oké. Pak ik er twee. Zo. Wij volgen je. Ja, jongens, heel belangrijk. Ben je op iemand zijn eiland? Hou je netjes. En ga geen gekke dingen doen. Ik bedoel, ik ben nou beste vriend. Daarom kan ik dus een schep vasthouden. Normaal gesproken kun je geen bel of schep bij je houden. Dus. Wit en geel mag ook. Oké, leid mij daar naartoe, senpai. Hoeveel heb ik eigenlijk? Jij bepaalt welke ik mee mag nemen. Vind ik belangrijk. Daarna wil ik nog even verder met je villetjes praten. Dat lijkt me leuk. Hoe meer dat wij ontmoeten, des te beter. Zeker nou dat jullie weggaan.
Die twee uiteindes? Of heel die rits? Heel die rits? Waar staat dat zo leeg? Is het zeker? De hele rits. Nou jongens, dan weet ik wel iets heel erg moois daarvoor terug. Oké, ik heb niet echt een cadeau. Ja, het cadeautje wat we hebben. Ik bedoel, ja, waarschijnlijk had hij het al. Maar dan kan hij dus mooie kersensapjes maken en appelsapjes. En weet ik het allemaal nogal meer. Nee! Wat een timing! Ik ga heel eventjes een schep kopen even bij jouw winkel, jongen. Echt, hè? Daar is het museum. Afgemaakt, trouwens, daar. Misschien dat je Wolf straks wilt bezoeken. He got something that might interest you. Nou, het probleem is dus van... Ik zit ook een beetje met mijn... Nee. Dat is jouw schep. Ik doe netjes zelf een schep kopen. Je geeft me al veel te veel. Ik vind het hartstikke lief. Waar was jouw winkel? Oh ja, hier is de winkel. Hier is de winkel. Ik vind het hartstikke lief. Dat deuntje, dat klinkt mij bekend voor. Ik weet niet precies waar. Ik wil dat deuntje eigenlijk nog een keer horen. Dit deuntje, dat klinkt heel bekend. Ik wil hem nog één keer horen, jongens. Even pam 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 pam. Waar kan ik ken het ergens van? Ah! Ik ken het maar. Brainblock. Echt, dat is het ergste, weet je wel? Van je kent het. Oh, je hebt CJ. Hi CJ. Guardian of the Galaxy. Ja, dat had ik nooit geraden. Oh mijn god, je hebt gewoon een Gravity Falls. Dit is gewoon een Gravity Falls hier. Oké, sorry. Ik bedoel serieus de pine trees. Maar goed, ik heb ook iets voor jou. In verband met al die rozen. Ja, jongens, echt serieus. Ik ga het hem gewoon geven. Even wachten. Nou, waarschijnlijk is het makkelijker als ik het anders doe. Wegstoppen. Ik vind dit wel een fair amount. Ik weet ook nog een lening bij Tom Nook heb af te halen, maar echt serieus. We zijn al zo lang bezig met zoeken naar rozen. Hoppakee. Neem het. Dat heb je me gewoon verdiend, echt serieus. Ik wil ook de laugh hebben. Lijkt me leuk. Maar goed, ik ga dan terug naar mijn eigen eiland om dat op. En ja, je kunt mij dus ook bezoeken, want ik ga de vrienden ga ik niet verwijderen. Tenminste, dat ik... ja.
Oh nee, ik wou nog eens eventjes met al jouw bewoners. Oh, kijk nou toch, is hier een voetbalveld. Oh, je hebt een voetbal nodig. Ik ga jou zo'n voetbal sturen via de post. Heb jij... Thijs, heb jij al een voetbal? Thijs, heb jij al een voetbal? Heb je al voetbal, Thijs? Thijs, heb je al voetbal? Voetbal, Thijs? Thijs? Hey, Thijs? Hey, Thijs? Hey, notch, notch. Hey, Thijs? Hey, hey. Heb je al een Thijs? Hey, Thijs? Thijs, heb je al een Thijs? Thijs? Hey, voetbal, Thijs? Ga je krijgen. Wij gaan jou een mailtje sturen met een voetbal als cadeau. Maar ik wil eerst even met jouw villetjes praten nog. Stevie, wat ben je irritant? Ik weet het. Deal with it. Heb je daar nog wel geld voor? Tuurlijk! Oké, even kijken. Want waar waren jouw... Oh, kijk hier nou toch eens wie. Waarom heeft het een mondkapje op? Ken jij Gigi? Echt? Jij niet die bezoeker die mijn lief zijn, Tom? Stevie, nou eet je toch? Oh, gelukkig maar. Ik was wel helemaal in de wacht toen ik je zag. Want je komt me niet echt bekend voor. Even wachten, je hebt een follow. Dijn de Jager, welkom bij... Ja, deze gebeuren en alles. Ik dacht eerst dat je een spion was of zo, maar ik wist niet wat ik hier eigenlijk te spioneren zou zijn. En toen herinner ik me dat ik je ooit had, maar eigenlijk zo moeilijk zo te volgen. Dat is altijd een zoek was aan de zeeland. Ik wil het heel doen, dus ik ga gewoon doen. Geniet dat je niet spioneert, goedje. Oké, dat deed je echt even legit pijn aan mijn stem. Ik wou het een beetje zeg maar een ja. Oké, Sydney hadden we al gehad. Ik wou het een beetje zeg maar een froggy stem geven, maar wel een beetje ook een zwaar stemmetje erbij geven. Dus vandaar. Ik vind het echt gaaf hoe dat allemaal verschillende kleuren heeft. Dat is dus het huis van Raddle. Daar hebben we net mee gesproken. Toch? Nee, dat niet. Nee, jawel toch? Dat was Raddle. Deze is ook niet thuis. Flora, oké. Flora moeten we daar ook nog wel even kijken of we die echt kunnen vinden van BAM! Oh mijn god, je hebt het huis van BAM! Jongens, we gaan niet een andere vragen voor een sub. Ben jij Bambi? Yo, jij komt van een ander eiland of niet? Ik ben BAM! Aangenaam. Ik woon hier nog niet zo lang, dus misschien ben ik niet de beste persoon om nog iemand rond te leiden. Maar leuk om te merken dat Thijs nou zo populair is. BAM! Heerlijk. Dat is daar best wel eigenlijk... Super shady. Just saying. Bam is je eerste bewoner of die kikker? Nou, hallo. Wie ben jij? Wow, jeez. Stevie. Wacht, nee, dit is gewoon een krapnagel. Dit is gewoon een krapnagel. Oh, hey Stevie, hoe is die? Hoe is het leven op Leafside? Nee hoor, we kennen elkaar niet. Ik plaag je maar wat. Iemand had het nog over je. Hoi, mijn naam is Kat. Heb je naar je zin op dit eiland? Ik moet zeggen dat elke dag dat ik hier woon, ik meer naar Thijstown begin te houden. Oké, ik stop al. Ik heb niets en ik tet me door. Kom vooral nog eens langs. Lijkt me gezellig. Maar waar ben je mee bezig? Hey Stevie, heb je me ergens voor nodig? Ja, wat ben je aan het doen? Wat ik doe? Wat ik hier doe? Nou, je moet je ogen uitkijken. Ik maak een appelstoel. Doe het zelf is echt flink hard werken, dus ik ga er helemaal voor. Kijk, ik weet toevallig van bepaalde bronnen dat jij dus al appelstoelen hebt gehad. Ik heb spioneren naar ogen overal. Maar het is enorm de moeite waard dat je het natuurlijk zelf kan maken. Het liefste zou ik iets met walnoten kunnen doen, maar helaas. Ik kan je wel laten zien hoe dat moet als je wil. Oké. Ik wist wel dat je dat zou zeggen. Oké, hier is het doe-het-zelf plan. Veel succes ermee. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Het is zo leuk om zelf iets te kunnen maken. Oké, ik serieus, ik hou van je bewoners. Echt, je bewoners zijn geweldig. Hoi, Cheese Games. Dat is geweldig. Sorry dat ik trouwens misschien hele vervelende stemmetjes geef. Dat stemmetje elke keer als je nou met ze praat...
Dat je dan echt zoiets hebt van, ja, nou krijg ik dat stemmetje dus nooit meer uit mijn hoofd. Dankjewel, Stevie. Oeps! Nou, dan kunnen we onze eigen appelstoelen maken. Het grappige is, ik heb al twee appelstoelen, maar een appelstoel maken eigenlijk voor... Sorry, dit moet. Dit moet gewoon. Ben jij hier nieuw? Of ben je alleen van liefheid op bezoek gekomen? Nou, Marshall hier, tot je dienst. Thijstown, een tv-quiz was ik de presentator. Zeg eens, assistent, wat heeft hij gewonnen? 1 geweldige trip naar een eiland, inclusief een meeting met Marshall. Die doet me een beetje, die blik doet me denken aan hoe heette die serie nou? Dan had je zo'n gastje met zo'n gigantische neus en een balpet op, weet je wel. En dan had je zo'n vrouwke en die had dan ook zo'n blik. En dan had je de Grim Reaper die bij hem mee zat. Je gooit je bom spot dicht. Ah, Suzie, dat is echt erg. Je wou net iets laten zien. Je deed net zo, tada. Wat liet je zien? Wat liet je zien? Doe het nog eens. Oh, aan de rechterkant van het eiland. Oké, nou dan gaan we daar naartoe. Aan de ene kant best wel handig om zo de bomen te plaatsen inderdaad. Maar ieder zijn eigen stijl natuurlijk, hè. Ik heb ook ruimte nodig. Ik wil ook een voetbalveld. Leuke plaats klok trouwens. Ik zit zo in deze stream. Oh, leuk. Bloemenveldje. Rustig lopen in de bloemenveldjes, jongens. Altijd rustig. Die vlinder is veel waard. Ik wil hem vangen. Sorry, ik ben afgeleid. Ik zie een vlinder. Ik ga die vlinder vangen. I don't care. Ik ga die vlinder vangen. Got a chase in my way. Ik ga die vlinder vangen. Souvenirtje. Sorry. Kom er al aan. Ik heb mijn polstok bij me. Een andere bewoner hier beneden? Nee, daar? Oké. Okay. Ik volg jou gewoon. Ja, nee, ik volg jou. Ik volg jou. Hierboven? Oké. Okay. Oh, hier hebben we nog meer huisjes. Oké, okay, nou toch eens. Het is een pinguïn. Het is Boomer. Hey, ik heb jou nog niet eerder gezien. Ben je in het hoeverhuis? Of was je er steeds al? Oh, jij bent de Stevie. Ik hoorde al dat je hier op bezoek was. Mijn naam is Boomer, bekend van de Left 4 Dead games. Het is hartstikke gaaf om thuis te zijn, mens. Dus geniet er maar lekker van. Oké, okay, serieus, wauw. Dat is het huis van Boomer. Oké, okay, wie woont hier dan? Wie is dit? June. Ik wil mijn hele eiland vol. In ieder geval Left 4 Dead, daar had je ook een Boomer. En dit was best wel... Wauw. Dit huis is nogal... Ik krijg hier de kleine zeemermin vibes van. Hi June. Oh hallo, leuk je te ontmoeten. Mijn naam is June. Zie je dat niet? Ik heb je hier niet gezien. Ik denk dat je op dit eiland bent. Als bezoeker, weet je dat wel? Wokje, dat is geweldig. Je naam is Stevie. Ik hoop dat ik het goed uitsprak. Nu heb je een vriendinnetje hier. Al mijn meubeltjes, die zijn zo schattig. Ik bewonder ze iedere keer. Sorry. 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 Ik kan niks doen. Ik krijg daar gewoon een kleine zeemermin mijn vibe van. Ik kan er niks aan doen. Ik krijg trauma's. Damn, Thijs. Echt serieus. Violet wil weg. Wil Violet weg? Bah! Ah, hallo. Wij kennen elkaar nog niet, weet ik. Laat maar raden. We hebben bezoek van een ander eiland. Welkom. De naam is Violet. En jij bent... Stevie. Enchanté.
Het klinkt misschien wat mal, maar ik voel dat het lot ons bijeen heeft gebracht. De tijd zal het uitwijzen. En Finn, ik hoop dat je nog eens op bezoek komt als je wederom op Thijstown bent, lieve schaat. We zijn Gigi ook kwijt. Ik wil niet met jou praten. Ik serieus, die heeft hetzelfde interieur als Gigi. Cringe. Nightmare Fuel. Ik ga er vandoor. Ik ga het spel spelen. Duurt waarschijnlijk eigenlijk lang. Denk niet dat ik nog terugkom. Esther, veel plezier. Leuk dat je even gezellig langskwam. Goed. Thijs. Thijs, het spijt me. Nou, trouwens, er is nog één ding wat ik moet doen. Ik moet nog heel eventjes bij jouw Able Sisters langs. Bedoel, misschien verkopen ze wel een leuke outfit. Wie weet. Heb ik nog monies? Ik kan heel eventjes hier het een en ander nog even verkopen bij de Noob Shop. Thijs, ik hoop in ieder geval niet dat ik je karakters heb verpest met mijn voice acting. Elke keer als je nou bijvoorbeeld bij June langskomt, dat je dan gaat denken van... Hé, hey, kijk, kleine zeemermin. Dankjewel, Stevie! Van dat beeld kom ik nooit meer af. Oké, gelukkig. Ik wil eventjes mijn zooi verkopen. Dus zo, de fossielen die kan ik verkopen, dat kan ik verkopen, dat kan ik verkopen. De wesp kan ik verkopen, wespennest kan ik verkopen. De wekker moeten we nog steeds een brokkel ook even, jongens. Even kijken, we hebben de rozen. Volgens mij heb ik alles gedaan. Nou, ja. Goed, eventjes naar de Able Sisters. Belangrijk. Wauw. We moeten natuurlijk ook nog een bericht dadelijk achterlaten op de message board, hè? Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Eens even kijken. Rood strikje hebben ze hier. Dat is het eerste wat me opvalt. Een gezichtsmasker. Geen eigen designs. Dat is best wel jammer. Laten we zo eventjes gewoon even alles kijken. De rode strikje is trouwens wel heel erg gaaf. Ik denk dat ik de rode strikje ook aan Mary wil geven. Of misschien een welkomstcadeau voor iemand die hier komt wonen. Eens even kijken. Heb jij... Ik wil ze alle drie eigenlijk. Nee, ik vind de blauwe en de rooie vind ik mooi. Blauwe en de rooie vind ik mooi. Cargo broek. Een leren broek met ritsen erin. Gewoon een hele broek, waarom ook niet? Boeren overal. Oh. Een golfpad. Het lijkt een beetje bijna op Amaris pad eigenlijk. Nice. Oké. Je hebt best wel interessante dingen die ik zeker wil even kopen. Dus nee, we willen niet het aantrekken. We houden onze outfit. Oké. De blauwe willen we dus nog kopen. Ik vind de bruine vind ik ook gaaf. Ik weet het, we moeten nog strikjes ook kopen. Strikjes moeten er zeker bij. Kauwgomballen hebben we niet nodig. Ja, dit willen we kopen. Nee, we willen hem niet aantrekken. Nee, het is een Amaris Detective Umbreon pet. Ik bedoel echt serieus. Kijk eventjes naar... Je hebt nou een heel mooi logootje. Oh, trouwens, Mumee. Kun jij Thijs eventjes één cadeautje doen die jij van mij terugkrijgt? Je weet waar ik het over heb. Mumee, ben je er nog? Ja? Oké, zou je bij Thijs... Je weet wel, dat ene ding... Zou je dat voor mij kunnen doen? Weet je waar ik het over heb? Zo'n ding voor zijn... Oké, goed zo. Er staat eigenlijk Musical met Mars, maar komt van mij af. We roggelen het wiel. Even kijken. Ik moet zo'n strikje kopen. Ik vind... Even kijken. Rood en... Ja, ik vind de rode vind ik echt... Nee, ik wil hem zelf echt niet dragen.
Nee, ik ga niet met een rood strikje rondlopen. Heb jij misschien nog ideeën voor mijn eiland? Ik heb zeker nog wel een idee voor je eiland. Kom ik dadelijk heel eventjes op terug. Ik ga het roze strikje ook kopen. Misschien kunnen we die iemand ook nog cadeau geven. Kokom of zo, ik wil. En een blauw strikje is ook lief. Moet je kijken, blauw strikje. Zo. Pff. Waarom krijg je dat de hele tijd te zien als? Ja, ik wil het afrekenen. Nee, ik wil het niet ophouden. Maar Thijs, ik laat je dadelijk zeker een heel mooi idee zien. Want ik had dus een hele mooie ruimte voor jou gezien. Even kijken. Blauw. Oké, volgens mij heb ik hier nou alles gekocht wat ik wou kopen. Zo niet, jammer dan. Oké, Thijs, linksonder bij je strand. Daar wil ik je even meeten. Je hebt hier zeg maar een hele grote open ruimte voor het strand. Je zou hier eigenlijk een soort van strand kampeerplek kunnen maken. Denk aan, zet twee palmbomen neer met een hangmat ertussen. Een zandkasteeltje erbij. Een lichtstoel dat je dus zeg maar hier kan liggen. Een paar bloemetjes en zo. En dat is een cadeautje die je van mij krijgt namens de community. Dankjewel Mime voor het helpen daarmee. Heb je ook sta je ook op de bovenste lijst. Maar in ieder geval welkom bij de subclub. Maar hier heb je daar echt inderdaad heel veel ruimte voor. En hier zou je dus inderdaad heel moois kunnen maken. Dus trouwens heel slim dit gedaan zo. Dus je precies kan zien wat welke bomen zijn. Dus in ieder geval, als cadeautje krijg je ook nog een gifted sub. Jeetje, wat zijn we vandaag vrijgevig. Echt 50.000 klingels noem ik om. Ik heb eindelijk mijn rozen. Zo'n mooi eiland. We hebben zoveel leuke oude... Thijs, enorm bedankt. Kan je niet meer als genoeg bedanken. Ik moet nu wel helaas gaan. Dus het was echt super gezellig. Enorm bedankt voor alles. Echt, ik ben super vrolijk. Echt super vrolijk. Ik moet nog heel eventjes een paar dingen op mijn eigen eiland doen. En ja, ik moet dus helaas nou dadelijk naar mijn werk. Dus ik heb maar heel weinig de tijd. Dus, je zit in de Discord, we spreken elkaar vast en zeker nog wel. Dus ik ga nu heel netjes zo terug naar mijn... Maar je hebt echt een heel gaaf eiland. Ik wil hem zeker nog wel een keer bezoeken. Dus, echt serieus, June is gewoon stiekem Ariel trouwens. Confirmed. Ik heb in ieder geval best wel een inspiratie gekregen voor hoe dat ik mijn casino eigenlijk wil gaan maken. Mijn eiland is zeker gaaf gemaakt. Oh ja, we zouden nog een Thijs nog een brief sturen met voetbal erin. Is er al een Stevie-icoon op kleding? Nou, wij hebben al onze Umbreon shirt en we hebben al onze Sylveon shirt. We hebben al de Eevee pet. Om precies te zijn heb ik er hier even eentje. Even kijken hoor, kan ik hem heel even... Waar is mijn... Daar is mijn. We hebben onze Eevee pet. Hij is ietsje anders. Maar we hebben dus onze Eevee pet. Die hebben wij dus ook in Animal Crossing gemaakt. Dus die zal ik daar heel even voor de grap laten zien. Waarom ook niet. Dus moet ik heel even zien naar binnen toe. Het probleem, ons logo, dat ziet er een beetje, wazig uit. Dat is niet echt makkelijk te doen op kleding of iets. Hallo! Kijk, we hebben hier ons Umbreon shirt, die hebben we gemaakt. We hebben een Sylveon t-shirt. En daarboven, daar heb je dus de petten. Een Eevee pet en een andere Eevee pet die gebaseerd is op, Hoezo ben je je knollen aan het verkopen? Wat is je knollenprijs dan, Mario? Dan ben ik nieuwsgierig. Staat dat? Even kijken. Belgium Wolf heeft een knollenprijs van 392. Wolf, mag ik even op jouw eiland komen? Oh, je eiland staat open. Ik kom. Holy crap.
Wolf, ik ga heel even knollen verkopen, want mijn winkel is morgen dicht. Sorry, even change of plans, jongens. Ik moet... Eerst even... Ademhalen. Adem rustig in. Adem rustig uit. Adem rustig... Oké, okay, goed. We gaan 2 eilanden doen vandaag. Oké, okay, ik moet heel eventjes... Ik moet eventjes de rozen netjes planten. Ik denk dat ik daar wel hier kan. Heb ik voedsel bij me? Iets van voedsel bij me? Nee, natuurlijk niet. Heb ik even een foto? Kijk wat het is. Brief! Oh, ik ren door mijn eigen bloemen heen. Nee, we gaan nog niet vlinders vangen. Nee. Maar heb ik bij fauna heb ik inderdaad wel wat plek om eventjes een paar bloemen te plaatsen. Ik ga ze gewoon hier plaatsen. Even kijken. Dus, volgens mij was het 2 witte naast elkaar. Trouwens, hier heb ik weinig ruimte. Ik moet op zijn minst 4 plekken hebben. Ja, maar hallo, ik bedoel serieus, mijn shop die gaat dicht. Stel je voor dat het bij mij de knollenprijs op het hoogste moment is. Op het moment dat mijn winkel dicht is. Dat zou tragisch zijn. Wolf, kun je het aan, denk je, dat er zoveel mensen denk je jouw kant op komen? Ja, ik plaats die gewoon hier even, dus hier heb ik wel genoeg aan. Ergens is ook nog eens een keertje. Ja, Oké, dankjewel. Zo, die even planten. En dan kan ik hier nog een witte planten. Wie weet wat daarmee gebeurt. Thijs, help me eraan herinneren tot ik ook bij jou langskom om... even kijken, heb ik nog meer in mijn inventory wat... musketiers, tunic. Ja, dat mag allemaal daar in de storage. Al mijn tools die mogen in de storage. Ik moet zoveel mogelijk knollen nou meenemen namelijk. Waarom geeft het niet aan welke kleursticker dat het is? Even kijken, kan ik het hier zien? Oké, dat is een rode strik. Dat is de roze strik. Volgens mij zit de blauwe, ja. Ik wil eigenlijk meer een... nou ja, je hebt een rode jurk eigenlijk, dus... Het staat wel mooi bij je rode jurk. Rode hebben, even kijken. Mriggy Bell, welkom bij Team Eevee. Dankjewel voor de follow. Nee, dat is de roze golfpad. Oké, zou het die moeten zijn. Die nou daar komt staan. Cadeautje van maken, inpakken. Zo. Doe ik weer mijn helm op. Ik heb een cadeautje voor je. Nee, ik geef het verkeerde. Oh, nee. Ik heb je de roze gegeven. Nou ja, die staat je ook super schattig. Nee, die staat je ook super schattig. Je mag hem hebben. Oh ja, ook geen reclames inderdaad. Nou ja, in ieder geval, wij moeten knollen gaan verkopen. Want sowieso is mijn spa dan weer open. Thijs, dat ben ik eigenlijk wel. Jij bent heel erg mooi geweest met het designen. Ik hoop dat je mijn spa heel erg mooi vindt. Het zit helemaal vol met knollen ondertussen, maar dat maakt niet uit. Oké, wij willen dus alles in onze storage gaan douwen. Dan bedoel ik ook echt alles. Ik heb het verkeerde gegeven. Nou, kijk, dat was de... dit was de rode. Oké, die kunnen we dan nog later wel aan iemand geven. Dus een opslag brengen, een golfbed, alles.
Jongens, echt serieus, dit gaat... Ik heb mijn knollen ingekocht voor 104 per stuk. Ja, dat is dan jammer voor de inpakken. Dat maakt niet uit. Kunstleren broek. De wekker. Komt dadelijk nog wel. Alles gaat in de opslag. Schep. Nee, dit weet ik. Dat kan ik niet. Oké, maakt niet uit. Golfpad. Even een favorite, hè. Coco lijkt wel het nichtje van Lloyd. Dat durf ik niet te zeggen. In ieder geval eventjes wegstoppen. Ja, ik denk dat ik wel 2 trips nodig heb, maar als in ieder geval het niet erg is. Aangezien dat de shop morgen dan weg is, ja, dan is het wel fijn om inderdaad geen knolrisico te lopen. Dus, Ah ja, wacht heel eventjes, jongens. Ho, eens eventjes. Wij hebben op het moment... Hebben wij nu ook onze nieuwe knollenprijs. Want de eerste was 84. Het kan in één keer zijn dat het bij ons nou 600 is. Hey, de beast! Welkom. Leuk dat je erbij bent. Laat ik heel... Trouwens, ik ben dichter bij de knollen. Ah, dat strikje dat staat er zo cute. Hey, fauna. Kijk, serieus, jij moet stoppen met punch te zeggen. Dat is tanks een ding. Ik weet dat we tank vandaag nog niet gesproken hebben, maar echt serieus, dat is tanks een ding. Goed. Ik heel even snel mijn knollen even pakken. In een groen knollenland. Toen ging ik naar Wolf, heel charmant. In een outfit, dat vond Mary fijn. En daar konden wij verkopen. Toen kwam opeens mijn eigen shop aan de beurt. Want dat was ik weer vergeten. Oké, zo kan er wel weer. Lieve, alsjeblieft stop met zingen. Mijn oren kunnen dit niet aan. Maar in ieder geval, dit is dus mijn spa. Ik kan niet lang blijven, maar wou wel eens langskomen. Ik vind het hartstikke gezellig dat je even langskomt. Ik bedoel, ik moet zo naar mijn werk, dus ik kan ook helaas niet al te lang meer blijven streamen. Maar nu moeten we dus nog een voetbal verkopen, of een voetbal kopen voor Thijs. En, Oh, mijn zakken zitten al vol. Oké, nee, laat maar vallen. Helemaal vol met knollen. Die muurtjes zijn mooi, dank je. Bedoel je dan de stenen muurtjes of bedoel je dan de rastermuur? Ik kan niet geloven dat ik rozen heb, jongens. Echt. Oké, nou in ieder geval, we gaan heel eventjes snel onze nieuwe prijs even bekijken. Stenen muurtjes. Ja, daar ben ik eigenlijk best wel blij om, dat ik die best snel had kunnen vinden. Oké, wat is onze middagprijs van de knollen? 77. Doei. En morgen zijn ze dicht. Oké, op naar Wolf. Dit moet gewoon nu heel eventjes, jongens. Dat is helemaal niet veel, nee. We willen op reis. Naar een vriend van ons. Dat is een ver eiland. Vierde vriendjes. Knol.
Hoezo niet? Wolf! Waarom kan ik niet naartoe? Wolf, ik heb je toch als vriend? Een ogenblik geduld, alstublieft. Wat krijgen we nou weer? Ik weet zeker dat ik Wolf als vriend heb. Eens even kijken. Heel even hierheen. Gaan weer. Oh, wauw. Hi, chat. Even kijken. Dat is goed, Wolf. Doe het maar even in een DM. Ik dacht dat ik jou wel als vriend had. Wat is dit voor blabberish? Wolf, echt serieus? Bies, leuk dat je eventjes langskwam, gezellig. Nou, mag ik even een vriendelijk deuntje, want het is nou wel heel erg stil. Dankjewel, Wolf. Ik stuur hem zo snel mogelijk. Even zo. Ik wil serieus, je bent een moderator. Jij hoort in mijn vriendenlijst thuis. Waarom is dat nog niet gedaan? Echt? Oh, stout Stevie. Ik heb te weinig koffie op. Dat kan echt niet. Oké, het is geregeld. Oh, ik ben helemaal vergeten om op Thijs zijn bord iets te schrijven. Maakt niet uit wie niet was. Leuk dat je erbij was. Thijs, dat gebeurt ook nog. Dat komt ook nog wel een keer goed. Maar ik begin een beetje Thijs te komen. Oef. Oké. Duidelijk. Ja, er gebeurt nou zoveel. Wolf City! Ik ben er al vaker geweest. Oh, sorry Saus, ik zie nu pas je appjes. Sorry! Even kijken, want... Ja, ik verkoop ze. Ik ga even weg. Kom weer terug. Wolf heeft ook al rozen. Nice.
Ja. Oké, volgens mij heb ik dat nou allemaal gedaan. Goed. Sorry voor die close-up, jongens, maar dat is ja best wel privégevoelige informatie. Het wordt wakker. Wat kostte de knol? Ik moet het echt even voor mezelf zien. 392, holy snabbels. Ik wil iets verkopen. Waarom is er geen select all knop? Wauw, 1,5 miljoen 32.720 klingels. Wauw. Sorry, Thijs. In ieder geval, jongens, kijk wel uit. Want Wolf die staat wel per ongeluk in het zuidelijke halfrond. Dus kijk uit met vissen hier. En kijk uit met dingen te doen. Ik ga heel eventjes snel naar huis alvast, jongens. Wolf, ik kom zo terug. Nee, dat is niet jammer. Ik ben heel blij met de rozen die ik van jou heb gekregen, Thijs. Oh, nee. We gaan niet forceren. Oh. Wolf, ik kom nog terug. Beloofd. Even kijken, hoe lang heb ik nog? Ja, hij verkoopt rode rozen. Nee, maar in ieder geval, je moet dus wel uitkijken inderdaad van tot je dus... ja, ik heb zelf zoiets van... Je moet het helemaal zelf spelen. Je moet spelen op de stijl die je zelf wil. Maar Wolf die speelt dus in het zuidelijk gebied. Waardoor dat daar dus op het moment herfst is. En daar moet je dus mee uitkijken. Als je dus insecten gaat vangen, dan vang je al insecten die dus 6 maanden later pas te koop zijn. Zoals insecten in oktober. En ja, daar moet je een beetje wel voor uitkijken natuurlijk. De rozen zijn heel erg mooi inderdaad. Graag gedaan, Suzy. Ik spreek je waarschijnlijk straks nog wel via Bluetooth of zo. Via mijn oortje of iets. In onze Discord hebben we ook een gezellige call. Daar kom ik ook best wel regelmatig nog wel in. Ik vind het belangrijk om heel erg interactief met de community te zijn. Dat vind ik echt een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Jullie, ga je nou alweer missen? Waarom kom je zo lang gelopen hier? Echt serieus, jongens, ik heb een beetje veel klingels bij me. Goed. I has plans.
Het eerste wat ik ga doen, is even de lening afbetalen. Want we gaan terug naar Wolf. Maar we hebben zoveel klingels. Doe me er trouwens even aan denken. Eventjes naar de Noek-catalogus. Meubels die we ooit hebben gehad. Volgens mij valt die onder voetbal gewoon. Dalt. Vogelbad. Ik weet dat ik een basketbal had, maar ik weet zeker ook dat ik een voetbal had. Had dan niet gewoon onder bal en dan verschillende dingen of zo? Basketbalvarianten. Ja, hier. Cadeau doen. Aan Thijs. Een leuke kaart, een leuke kaart. Roze kaart is hartstikke leuk. Spy, dat was een grap naar Mume toe in ieder geval. Echt enorm bedankt. Even kijken. Echt enorm bedankt. Ik wil maken. Echt. Enorm. Bedankt. Dat. Ik. Langs mocht komen op een. Super blij is Stevie. Klaar. Zo, dan is die alvast eventjes verstuurd. Nou, als je die brug dan... Nou, trouwens, nee, daar heb ik nou geen tijd meer voor. Ik doe het wel anders dadelijk. Even kijken. Klingelautomaat. Lening aflossen. Contant. Praten we zo nog verder over, Noek. Oké, de klingels die moeten ook eventjes... klingelautomaat. Klingels storten. Volledige bedrag, want we komen nog met meer klingels van mijn knollen aan. Jongens, de reden waarom ik echt nou alle knollen wil gaan verkopen... dat is voornamelijk omdat ik dus mijn eigen knollenprijs morgen niet kan zien... en dat ik een hele grote kans heb dat ik dus mijn piek mis. Even kijken, de update heeft een merchant die tuindingen verkoopt. En er is een art gallery in een museum. Hoi. Iedereen die staat hier hartstikke gezellig. Heeft het nieuws jou ook al bereikt? Iemand heeft een beschikbare bouwkavel op het eiland gekocht. Het schijnt dat iemand met de naam Rosie komt wonen. Oh, ik heb zoveel vragen. Zou deze persoon ook van views en houden of liever maar volk luisteren? En is het de type die geniet van gamen of heeft het de voorkeur aan Brian? De redelijke zaken herinneren mij zeer. Ja, Rosie komt dus morgen, jongens. Oké, nou ik ga even de rest van de knollen even snel ophalen. Mummy, de helft! Dat is ook mijn idee namelijk. Doe maar de helft, dan kan ik de andere helft doneren. En anders doneer ik voor een tweede brug. Ik moet nog terugkomen namelijk. Maakt niet uit. Komt goed. Echt, ik verdriedubbel gewoon bijna hier 800.000. Nou, weet je wat? De knollen die ik dus... Oh, wacht. Ik pak nou een item op.
Ik heb zoiets van de knollen die ik nou niet meer mee kan nemen, die laat ik gewoon hier liggen. Kijken wat we daarvan kunnen krijgen. Ik bedoel, ik heb al met die 1,5 miljoen die we op hebben gehaald, dat is al volledig winst. Ik heb 800.000 heb ik na 8.500 vooruit. 850.000 totaal. Dat heb ik eigenlijk verkocht. Of daarvoor heb ik inkoop gedaan. De rest is allemaal al winst. Oeps. Weer. Maar volgens mij kan ik alles meenemen. Kan ik misschien stoppen met items op te pakken en gewoon de knol oppakken? Dat zou ik heel fijn vinden. Uh-oh. Gaan we hem omdraaien? Nou zit hij hier vol. Kan ik hier al even mijn roos even dumpen? Ja, dan heb ik echt dat twee volle inventories. Zo. Jongens, dat wordt weer 1,5 miljoen die ik hier op kan halen. Dus, Wolf, wat voor brug wil je eigenlijk dadelijk nog meer hebben? Wil je een hele mooie zendbrug hebben? Want dat is de duurste. Even stoppen met lezen, kerel. We hebben werk te doen. Sorry voor de stream, jongens, maar dit komt er denk ik allemaal zo onverwachts. In ieder geval, Thijs, je hebt hem binnengekregen. En het gave is dat ik nou ook eindelijk iets voor Wolf kan doen. Ik serieus, die heeft zoveel gifted subs gegeven. You got the ball. Somebody got the ball. Ik heb echt... Ja, ik ben sprakeloos. Nou, in ieder geval, mijn spa die is weer knolvrij. Maar ik denk dat ik ook een paar bomen dichter op elkaar ga zetten. Noem maar op, en totdat een beetje plants zijn die ik dus voor mijn eigen eiland wil gaan doen. Je hebt ook al last van kicks. Ik weet niet, jongens. Kix, het is misschien een heel erg interessant karakter, maar ik vind wat Kix verkoopt niet erg vaak boeiend. Sorry. Ik moet wel zeggen, ik vind de Kingdom Hearts hard en Belgische vlag vind ik echt wel gaaf. Oh, en daar kijk ik zo nog wel naar, Thijs. Daar heb ik nog wel tijd voor. Daar maak ik gewoon nog wat tijd voor. Oh mijn god, dierenvoerbak. Is dat niet een beetje heel erg... Timmy, Tommy, niet om het een of het ander, maar is dat niet een beetje... ja... Thank you.
Oké. Ik ga erin kopen. Ik vind hem mooi. Maar goed, Belgian Wolf, welke, wat wordt je volgende brughellingplan? Wat ben je van plan? Maar wat maakt het uit? Ik doneer gewoon 2,5 ton, waarom ook niet? Dat verdien je gewoon. Wolf, waar hang je uit? Wolf. 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 Oh, daar ben je. Ja, ik ben... Hoi, Wolf. Ja, nee, maar... Wolf. Ah, daar. Hoi. Oké, even kijken. Kijk hoor, 250 past hij, ja. Dus deze kunnen we laten vallen. Deze laten we vallen. En die laten we vallen. Kijk eens aan. Voor jou. Daar kun je wel een mooie brug van maken. Ja, daar kun je een hele mooie trap van maken. Daar weet ik 100% zeker. Dat gaat helemaal goed komen. Dus, enorm bedankt dat ik hier... mijn knollen mocht verkopen. Ik ga nou nog even iets op je wallpaper zetten, want echt serieus. Ik denk dat ik wel een leuk idee heb. Ja jongens, deze heb ik de vorige keer gemaakt. Mijn Eevee skills worden steeds beter. Mij echt serieus. Ik wou net iets tekenen. Dus, in deze aflevering. Gigi is weg. Komt een nieuwe bewoner bij ons, genaamd Rosie. Wie Rosie is, ik heb op het moment eerlijk gezegd geen idee wie Rosie zal zijn. Echt geen idee. Judy wil weg, dat is best wel sad. We hebben een amazing gaaf island gezien. We hebben enorm veel gifted subs hebben we voorbij zien komen dankzij Mario en Wolf. We hebben onze knollen voor het... bierdubbele kunnen verkopen als waar dat we het voor hebben ingekocht. Geen zorgen meer mee, is echt niet erg. Qua tijd zit ik nog wel goed, dus dat komt wel goed. Ik moet alleen heel even kijken hoe dat ik mijn eten ga doen en alles maar. Was dat? Ja, oké. Oké, jongens, dan komt hij weer. De art van Stevie. Ik ga mijn best doen. Ik heb
een beetje weinig ruimte, omdat ik nou best wel een groot bericht heb gedaan, maar ik ga het toch proberen. Dus ik had een heel leuk ideetje, dus ik ga het gewoon proberen. Even kijken hoor. Zo, dan doen we nou een zijwaarts oortje. Zo, een beetje zijwaarts oortje. Een hoofdoortje zo. Dan. Ah, trouwens, nee. Beter idee. Zo. Het wordt een beetje lastig, maar ik ga het toch proberen. Jongens, nogmaals, het is niet makkelijk om te tekenen met een joystick. Dat kan ik jullie vertellen. Nee, wel het oortje. Je moet echt super voorzichtig in tekenen, jongens. Het lijkt echt op een konijntje nou meer dan een Eevee, maar dat komt wel goed. Maakt niet uit. Zo. Natuurlijk moet ik er ook nog een kraagje bij maken, hè? Dat hoort erbij. Oh, dat is wel een heel fout kraagje. Ja. Nou is het net alsof dat hij een baard heeft. Ik vind het geen goed kraagje. Even kijken. Vind ik hem zo leuk? Ja. Vorige was beter, maar het komt ook goed. Bedankt dat ik een knol op jouw mooie eiland mocht verkopen. Op het kreeg ze weer snel. Wat een mooi eiland. Serieus, had een tekening gemaakt, Mario. Schaam je. Nee, eentje. Zo, bericht is achtergelaten. Nou, ik heb inderdaad een pen, maar op het moment dat ik aan streamen ben, kan ik hem niet in handheld mode doen. Dus ik heb een mooi bericht voor je achtergelaten, Wolf. Oh mijn god, ik heb daar trauma's aan nadat ik een film heb gezien. Ik heb daar een speciale pen voor in ieder geval, dus... En nou, bij brain training krijg je er ook nog eens een keer een pen voor, maar ja, dan toch, weet je wel. Dus even kijken, ik wil nog heel eventjes... Nee, ga weg! Ah, jongens toch, ik zou echt, nou, ik weet niet hoe lang ik nog door willen gaan, maar... Ah, de cowboy look is weer terug en... Laten we eens heel eventjes hierin kijken. Er zit ze in mijn nooit, was mijn vinger, oké. Super jurk. Super shady. Oh mijn god. Ik wil het. Japanse puntbruik. Wauw. Ik wil het. Ik wil het ook dragen ook nu. Goed, Stevie, wat zit je haar leuk. Op zich, het lukt wel met het tekenen, hoor. In ieder geval, Thijs, nogmaals, sorry dat ik niet bij jou een bericht nog heb achter kunnen laten. Dat krijg je nog echt wel een bericht van mij nog voor terug, dus dat komt zeker goed. Zo zie ik er eigenlijk in real life nu ook uit, weet je wel, omdat ik niet naar de kapper toe kan. Ik bedoel, echt serieus, joh. Ik moet hier, vooruit, hier, hier. Mijn kapsel op het moment, jongens, echt. Ramp van hier tot mijn ginder.
Hey! Wel kunnen zwaaien naar je, hè? Oké, Wolf, Nou, wij hebben echt altijd zoiets van als je bij iemand op het eiland bent, dan laat je een bericht achter. En ja, we hebben dus nou ook de grap bij een livestream. Is het dan inderdaad leuk om dan iemand anders zijn eiland ook daadwerkelijk te bezoeken? Wolf, had ik eigenlijk al eigenlijk het idee van, volgens mij zit hij in mijn vriendenlijst, maar dat leek dus niet zo te zijn en... Vertel het niet dat wij een hamster hebben thuis. Oh ja, ik had geen tools bij me, klopt. Maar in ieder geval, Wolf, ik moet weer op huis aan, want ik moet daar nog een paar kleine dingetjes doen, dus sorry. Niet hamsteren! Het was een geweldige dag voor. Hé jongens, trouwens even wel een leuk ideetje. Want ik heb, morgen heb ik dan ook een latere... Hoe heet het? Een latere werkdag. Dus voor morgen... Ik weet niet wat er gebeurt, maar volgens mij ging het goed. Ik hoop dat het goed ging. Ik hoop niet dat er iets verkeerds is gegaan nu. Oeps. Maar goed, in ieder geval voor overmorgen, dan zal dus Tom Nook's Shop geüpgrade zijn. En heel misschien dat ik dan zelfs Breath of the Wild ga streamen. Oké, het ging goed. Oké, daar ben ik blij om. Ja, normaal gesproken annuleer ik op het moment dat er een klokje bij komt. Oké, dus we voetbal hebben we gestuurd. We moeten dus nog heel eventjes de wekker aan Broccolo geven. En we hebben nog onze Money Rock die we heel eventjes moeten slaan. Dus, Nou ja, ik ben nu eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Want ons huis is afbetaald en die vacancy plot hebben we nu. Heb ik daar nog tijd? Maak er gewoon tijd. Oeh, daar hebben jullie het over. Oh, ik dacht dat jullie aan het praten waren. Sorry. Ik wil graag jouw mening horen over deze sprookjesjurk, aangezien hij van jou is geweest. Je ziet er, zie ik er net zo comfortabel uit als ik me voel. Ja, nou, je ziet er heel comfortabel uit. Je ziet er echt applaus. Ik had je liever het rode strikje gegeven, maar het roze strikje staat er ook wel decent bij. Oh, hallo Stevie. Goeie, Grutte, het is je gelukt. Je hebt je hypotheek volledig afbetaald. Alweer. Vanaf nu heb je geen schulden meer en ga je een lui leventje tegemoet in een riante eilandwoning. Ja, ja. Je hoopt nu waarschijnlijk dat ik je nieuwe uitbreiding aanbied, maar die tijden zijn voorbij. Echt serieus. In plaats daarvan wil ik je iets anders aanbieden. Helemaal gratis natuurlijk. Nook Inc. verzekert ons van het werk voor de rest van ons leven. En als teken van dank bieden we je levenslange gratis renovaties aan voor de buitenkant van je huis. Maximaal 1 per dag, hierbij gelden de standaardvoorwaarden. Ja, ja, dat moet ik wettelijk vermelden. Ik hoop dat Nook Inc. nog vele jaren van dienst kan zijn en nogmaals gefeliciteerd. Oh. Maar kan ik nou heel eventjes dat plothuis... want ik wil eventjes over de eilandinrichting. Ik wil namelijk iets verplaatsen. Kan ik dat nu doen? Een huis willen we verplaatsen. Nee, dat huis kan ik nog niet dus doen. Laat hij dan misschien... eilandinrichting nog een keer. Even kijken. Ik wil iets verplaatsen. Ik ben bang dat we die ook nog steeds niet kunnen verplaatsen. En morgen kunnen we hem ook niet verplaatsen. Omdat Rosie dan binnenkomt en die is dan nog bezig met uitpakken. Dus ik ben bang dat we gewoon nog heel lang moeten wachten voordat we het kunnen verplaatsen. Dus dat kunnen we helemaal nog niet doen. Maar wat kunnen we met mijn huis doen dan? Want even over mijn huis. Wat kunnen we renoveren?
Oké. Oké, dat zijn de daken inderdaad. Wauw, er zit veel variatie in. Dit zijn de muren. Oeh. Wauw. Oké, je kunt er een andere deur in plaatsen. Je kunt een andere brievenbus. Ik vind dit wel een mooie kleur eigenlijk. Oh, kijk nou toch eens. Je kunt ook een hele andere stijl aanpakken. Wauw. Ik vind deze vind ik echt gaaf. Dit lijkt wel op een Eftelinghuisje. Dang, die ziet er gaaf uit. Oké, wat hebben we nog meer? Gewoon standaard hout. Nee, ik vind deze vind ik dan heel gaaf. Je kunt dus ook een schuur kun je pakken. Dit is gewoon die kleuren. Nee, tot nu toe vind ik deze combinatie vind ik echt heel gaaf. Ik vind deze vind ik echt gaaf, want het lijkt net op een Eftelinghuisje. Moet ik wel een andere dak en een andere deur erbij pakken. Nee, deze vind ik echt het gaafste. Even kijken, hoe ziet het er blauw uit? Nee. Deze vind ik echt gaaf. Deze vind ik gaver. Nee, ik hou het bij deze. Oké, andere deur. Ik neem toch al die gave deuren die erin zitten. Oude deur past niet, roze deur past niet, witte deur is veel te wit. Dit is gaaf. Dit ziet er gaaf uit, jongens. Wat vinden jullie? Oeh, die vind ik nog gaver. Steven, heb je echt eigenlijk zo'n oude mafcase woning? Nou man, vind ik gaaf. Ja, die vind ik ook bijpassen. Zoveel gave opties inderdaad. Oké, even kijken hoor. Nee, geen stroen. Dit doet me een beetje denken aan een FIFA. Nee, ik vind dit wel gaaf. Ik heb echt zo. Oh, ik vind het gaaf. Heb je een iets donker tintje misschien? Nee, dan vind ik dit toch wel het gaafst. Wij gaan voor deze. Ja, we gaan hiervoor. Oh my god, dat is zo'n awesome functie. Wauw. Ik kan niet wachten tot morgen mijn huis af is, jongens. Dat is echt gaaf. Ik loop nog steeds rond met het kapsel. What the fuck? Oké, heb ik alle klingels al? Nee, ik moet de klingels nog heel eventjes storten. Wat moet ik nou doen met zoveel klingels? Ik serieus, ik hoef geen knollen meer te kopen eigenlijk. Nou ja, wie weet wat er nog allemaal bij gaat komen. Klingelautomaat. Ik bedoel, we hebben gewoon bijna 3 miljoen klingels nu hier staan. Kijk, heb morgen school van... Ja, het probleem is, ik kan helaas niet rekening houden met iedereen met school en noem het maar op. Ik bedoel, serieus, ik moet ook van bepaalde tijd tot bepaalde tijd werken. Dus voornamelijk in de avond nu. Even kijken, Thijs. Dank je dat je langskwam. Het was een superleuke stream. Ga zo door van Thijs. Ga ik zeker proberen, Thijs. Dank je wel. Thijs, waarom heb je me nou weer een cadeautje gestuurd, Thijs? Het is nergens voor nodig, Thijs. Thijs, echt serieus. Hoe vaak kijk je naar hem nog zeggen, Thijs? Thijs, waarom heb je me een cadeautje gestuurd, Thijs? Thijs, dat is niet nodig. Ik vind het hartstikke lief dat je me roze geeft. Thijs. Thijs, dankjewel. Dankjewel, Thijs. Kijk dan, Black Rose. Is dat eigenlijk gewoon een van... Ja, nee, echt. Bedankt. Bedankt. Hier, in een dode roos. Eigenlijk zou ik die gewoon op de super shady plek moeten plaatsen, die roos. Wacht, wat was dat voor? Geloof me, Thijs, er komen nog meer als genoeg streams. Morgen en overmorgen trouwens. Ik ga de streams niet announcen. Reden hiervoor is van... Ja, we hebben vandaag hebben we Animal Crossing. Morgen hebben we Animal Crossing. En dus overmorgen hebben we ook Animal Crossing. Mochten we donderdag naar Breath of the Wild... Dan komt er wel een extra announcement aan. Maar ja, dat is in verband met... ja, dat we dus...
Snap je? Dus... Hi. Ik weet nog niet echt waar ik Black Oost moet plaatsen eigenlijk. Ik word hier zo. Ik word niet plaatsen. Black Oost. Oh, dit is er eentje die ik kan dragen. Oh, dit is een keer plantbaar. Oké, nee, dan is het goed. Kan ik dan op een tafeltje zetten of zo, weet je wel? Ik zeg van, haha, we hebben een zwarte roos gehad. Oké, nou laten we heel eventjes de tools pakken. Dan denk ik dat we inderdaad de money rock moeten gaan doen. Dat ik het daarbij ga laten voor deze livestream. Ik serieus jongens, we zijn bijna 3 uur live. Beetje overtime, maar... Oké, eventjes naar mijn storage. We hebben een springstok, we hebben deze, pakken we erbij. Ik wil een visengel, ik wil een schepnet, schep hebben, een pijl hebben, een plantje laten kunnen geven, een slingshot hebben. Deze hebben we niet nodig. Oké. De wekker hebben we nodig. En we hebben inpakpapier nodig. Even kijken, waar is mijn wekker? Waar is de wekker? Broccolo krijgt vandaag zijn wekker, punt. En waarschijnlijk studiemateriaal. Kijken volledig overheen, hè. Hier hebben we een wandklok. Ah, hier. Oh, doe je me mee? Ik denk, doe je me mee? Oké, inpakken, de wekker. Echt, die andere dingen die bewaren we dan wel voor morgen of zo. Dat komt wel goed, denk ik. Oké, nou, we gaan eerst even naar Money Rock. Oh, echt serieus, jongens. We hebben zoveel bloemen die we hier aan het kweken zijn. Star Fragment, waarom ook niet? Ja, nee, daarna gaan we het erbij laten. Sorry voor de verwarring. We gaan eventjes Money Rock nog doen en we gaan Broccolo gaan we de wekker geven. Dat wil ik inderdaad in deze livestream nog heel eventjes doen. En ja, dus nog eventjes een samenvatting. Morgen gaan we dus inderdaad wel weer Animal Crossing streamen. Dan gaan we inderdaad onze nieuwe bewoner gaan we verwelkomen. We gaan... ik denk de bomen en planten gaan we waarschijnlijk reorderen of zo. Dat als extra functie gaan doen. En overmorgen is de shop dus nog groter. Uitgebreider. Dus, Money Rock? Ja, dit is Money Rock. Ja, hopelijk dat we dan overmorgen inderdaad dan als extraatje nog Breath of the Wild kunnen gaan doen. Omdat, ja, ik ben ook weer bezig met Breath of the Wild. Wat best wel grappig is. Wat veel. Dus, al heel vaak heb ik gevraagd of ik dat wel gaan doen. Dus, ik hoop dat jullie deze stream leuk vonden. Dat ging een beetje slordig in het begin. In verband met, ja, wel webcam, geen webcam. Mijn stem was echt zo brak als het maar zijn kan. Ik heb in ieder geval nou goede energie, dus hopelijk dat ik dat volhou op mijn werk. En dan ja, dank ik jullie in ieder geval voor de geweldige support die gegeven is. En voor de enorme gezelligheid die jullie hebben gegeven. Nogmaals heel veel dank daarvoor. Met dat gezegd hebben, Broccolo, ik wil jou dolgraag nog eventjes zien in deze livestream. Want dan kunnen we jou je cadeautje geven. Daarna kunnen we zeggen van, nou jongens, het was gezellig. Wat leuk dat je keek. Tot volgende week. Dan zijn we er weer bij Stevie. Broccolo, please, wees niet aan het knutselen. Ik ben nog steeds aan het knutselen. Ik heb iets voor je. Ik kan je een cadeautje geven, mooi. Broccolo, ik heb een wekker voor je. Ja. Wauw, dat meen je niet, een wekker. Wauw, dat weet je, echt serieus. Een wekker. Bedankt, slechtspeler. Dit soort kleuren zijn gaaf. Als je ernaar staat, krijg je alles een andere kleur. Ik zal thuis een beetje opruimen en dan samen de wezens een mooi plekje verzoeken. Het is wel een beetje gek om zo mijn waardering te tonen, maar hier heb je 390 klingels. Kaas! Ja, dat is nogal te kazen, die 390. Maar ik geef gewoon een cadeautje. Dan hoef je me geen geld te geven. Dat haalt het hele nut van dit is een cadeautje weg. Oeh, dat is vervelend. Nou, in ieder geval, jongens, dank jullie wel voor alle support. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Nogmaals, bedankt. Kan jullie niet vaak genoeg bedanken.
Maar ik moet dus nu echt richting, om naar mijn werk te gaan. Noem maar op. Ik heb geen idee, Thomas. Ik weet het niet. Ik snap het. Ik ga gewoon hier zitten. Niet te vergeten, jongens. Morgen pakt Judy haar biezen. Maar komt Rosie onze kant op. Tot morgen. Doei!